incontrano, li vi correvi no, alli vi la insomeni sorgugli den la insranan. No den cagiu awa, e den chi sui tranan, pia la llano man farviti na pres pe umetan. Someni neti psai li prazeri, du no mas ribi. Someni uor tutati, apsale guinti, uno me archi. Trague busoso sa utandu ai mi stranan mi love you so lazy day epsa du ere no benja i casu a ti de na famiglia so far away, troviene a la day, ma lo vide na a la sei, solisa a vina fili, fu lo vi gidendra pe. So merine ti psai li prazeri, tu no mas ridi, o meni uor tutati, Apsale guinti, un nome archi, someni ari psale, uatra bevu sosso, sa ocandu, ai mi stranan, mi lobiu. Denta giù a wa, e denti sui franan, via la giano man forbiti na pres pe un bezzan. So meni neti psai li prazeri, di un oma sridi. O meni uor tutati, a psale guinti, un ome archi. Uatra bevu soso, aisa ukandu, ma mi stranan, mi love you. Goedemorgen vanuit Sweety, regenachtig Suriname. Dit is het programma Even na 9 en mijn naam is Gloria Botsen. We zijn er weer bij na 11 dagen even weg te zijn geweest. Ik ga het doen. Je weet, deze pokoe van Rahmat is al 3 jaar mijn begintune in Rotterdam. Meegenomen naar Suriname en ook hier verder doorheen. Deze pokoe van Rahmat Amatstam. Geweldige zanger, geweldig, geweldig. Te vroeg overleden. En deze pokoe, Ais Ranang. Maar toch, me love you. Harry Young Loy zei het zo vroeger. Archimang in a foto. Abrawatra awans pe unde. Awans pe unde. Radio 9 Ebaru van Biggie Odi. Voor degenen die vandaag jarig zijn, weet het. Hiep, 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 hiep. Hoeray. Hoe laat is de bruine bonen klaar? Namens Radio 9 word ik uitgezonden om u te feliciteren. Alleen als de bruine bonen er is. Degene die in het ziekenhuis liggen, van harte beterschap en een speedy recovery. Oh, mensen die ook slecht nieuws hebben gekregen natuurlijk. Dat er niets meer aan te doen is. Ook heel veel kracht en sterkte. Funyama Pasidisi Sambita. Degene in de gevangenis. Heel veel sterkte. Ook degene die ik ken die daar zit. Heel veel sterkte. Hou vol, hou vol. En degene die iemand hebben verloren het afgelopen jaar. Heel veel sterkte. En dat denk ik aan de ouders van Boiler. De jongeman die vorige maand
door een aanrijding helaas is overleden. Ik zag zijn ouders gisteren nog in de kerk. Ja, dat blijft moeilijk. Hè? Wat zeg je dan, hè? Dan heb je gewoon geen woorden. Ja. Sterkte. Dat is het. En we bidden. Dat is allemaal moeilijk. Maar goed. Dat is inderdaad deel van het leven. En helaas maken wij dat allemaal wel eens mee in ons leven. Hele pijnlijke, moeilijke zaken waar je doorheen moet dragen. Je gaat er doorheen moeten. Eén suite is er lang terug. En ja, er is zoveel aan de hand. Ik ga me beperken vandaag tot twee onderwerpen die mij nou aan het hart liggen. Dat is één, het broodproject. En twee, de situatie in de kindertehuizen. Dat, je weet het ook, dat is ook mijn, how do you call it? Mijn, ja, dat is iets wat me toch meespeelt bij mij. En, oké. Okay. Laat me het zo zeggen. Er zijn zaken in het land die allemaal onze aandacht behoeven. En ik vroeg me dus, geef me dit af vandaag. Ik krijg nu een gebed. Een gebed? Een gedicht binnen. Even kijken. Maar kijk, ik had vanmorgen een discussie. Discussie. Ik zei. U weet, ik ga dat toch eventjes een zijsprong maken. Vest heeft aangegeven, jongens, wij doen niet mee. U heeft ons uitgenodigd, regering. Wij gaan niet mee in een dialoog doen, want u luistert niet naar ons. Ik kan me dit herinneren, in 2013 zei de Vest tegen de vorige regering, broer, als u zo doorgaat, wordt geen probleem. Stop nou, je appa money, chibra money, besteed a money boom, want san opsa, no as mano Archie. 2013 staat, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, door het 20. Ook toen de regering die zien in Archie Vest, minus afstanden. En ik zei toen, ik vind het triest, ik snap niet, zei ik toen, dat er zoveel jaren niet geïnvesteerd is, bijvoorbeeld in onze gezondheidszorg en in ons onderwijs. Deze problemen die we nu hebben, waar we nu zitten, zijn bijna een logisch gevolg van het wanbeleid. Dat heb ik dus gezegd. Hè? Zo werkt het ook op microniveau. Als ik ongezond eet, inactief ben en van alles doe met drie, doe ik me low, dan ga ik op de duur ook gezondheidsklachten krijgen. Dat is onomkeerbaar. Ik krijg hoge bloeddruk, nierfalen, diabetes wordt ik kan wel los aan op ze. Als gevolg van mijn eigen wanbeleid in mijn body. Kijk naar onze overheidsgebouwen, zei ik. Hè? Ik lees nu voor wat ik heb geschreven vanochtend. Jarenlange verwaarlozing heeft ervoor gezorgd dat ze er zo uitzien. Ziekenhuizen, takpe potmi. Toiletten op scholen, gewoon triest. En dit al 10 jaren. Waarom is dat geaccepteerd? Want natuurlijk gaan we mensen aanwijzen. Hè? En dan gaan we zeggen, ja, kom door die regering. Maar we praten ook over burgers. Hè? En toen zei ik nog verder. Het is nog triester dat wij dit al jaren hebben geaccepteerd. En zeg wat mij betreft ook alles over de kiezer en over de burger. Jarenlange verwaarlozing, hè? Anno 5 jaar, anno 10, te triest, jaren. Als 17-jarig meisje heb ik als leerling verpleegkundige aangewerkt in het Diaconesse ziekenhuis. Een ziekenhuis waar wij trots op waren, een ziekenhuis om trots op te zijn. Als 18-jarige heb ik gewerkt in het Zeister ziekenhuis in Zeist in Nederland. En dat was een geweldig ziekenhuis. Als u hem nu ziet, nog mooier geworden. Dus je ziet, je gaat van beter, van goed naar beter naar best. Dat is volgens mij een logische groeiontwikkeling, toch? Als je kind in een pamper loopt, dan gaan ze op een gegeven moment gaan ze niet meer in een pamper lopen. Ze gaan niet meer kruipen, ze gaan lopen, gaan zelf naar het toilet. Logische ontwikkeling van goed worden, beter worden, best worden. En ik zeg, zijn wij niet mede verantwoordelijk? Vaak hoor je burgers zaken rechtvaardigen, recht praten wat krom is. En wie neemt de verantwoordelijkheid? En wie houden wij als burger verantwoordelijk? Volgens mij zijn er tijdens Finne twee ministers veroordeeld. Wie houden wij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor Carifesta, voor SLM, voor naschoolse opvang? Blijkbaar is het niet in onze cultuur om anderen accountable te houden.
En alleen daarvan stuurde iemand dit gedicht. Hey volk van Suriname. Dat lees ik dus nu net samen met u hoor. Dus ik ga ervan uit dat het een goed ding is. Nu is Chan niet goed. Bauta was niet goed. Elvinne was uiteindelijk ook niet goed. Bosje was ook niet goed. Kraag was eveneens niet goed. Shankar, Miseer, Chinasen, Ferrier. Geen van ze waren goed. Hey volk van Suriname. Misschien ben jij niet goed. Steeds sinds jij steeds zelf de mannen kiest. Helemaal eens. Om daarna te klagen dat ze rovers zijn. De fout ligt bij jou, volk van Suriname. Jij kiest steeds verkeerd al 45 jaar. Drop the mic. Drop the mic. Dit is wat ik regelmatig zeg. Dan kan ik dat alleen maar lezen. Die is meer dat alle lezen. Een burger die verantwoord toe. Wie breedt die? Misschien wel gedicht. Ja, zo van meneer die ding. Meneer Hesdi Adassi. Oké, misschien ben jij niet goed. Sinds jij steeds dezelfde mannen kiest. Om daarna te klagen dat ze rovers zijn. De fout ligt bij jou, volk van Suriname. Jij kiest steeds verkeerd al 45 jaar lang. Verander jouw kiesgedrag eens een keer. Kies nu kies nu bewust voor een vrouw. Kies AUB een vrouwelijke president voor Suriname. Niet eerder eraan gedacht? Zet al deze mannen aan de kant en geef dit land aan een vrouw. De egocentrische man wil de mooiste auto's, grootste huizen, helikopters, alle luxe en hij is super machtsdronken. De vrouw is een moeder. Een moeder zal altijd zorgen voor haar kinderen, ongeacht zwart, rood of wit. Wij praten over Mama Stranang, maar laat de mannen bepalen. Mama Stranang moet in handen zijn van een vrouw. Alleen zij kan een bloementuin maken van Suriname. Ik twijfel geen moment dat het tijd is voor de vrouw. Tijd om Suriname te halen uit het diepe dal. De diepe put gecreëerd door mannen. Mama Fusranang, vrouw Fusranang. Oké, dat wist ik niet hoor. Ik kreeg het net binnen, want net Milonko is hier, ik was al wat laat. Maar ik ben wel eens met het stukje daarvoor. Hè, want ik, en heel toevallig, hè? Ik ga alleen maar lezen, mijn beschrijf was aan die stille maand, hè? Dan noem ik iets aan dicht Dizzy, aan haar collega. Want ik vind dus tamelijk, ik blijf erbij, dat wij als burger verantwoordelijk zijn voor de keuzes die we maken. Let wel, ik ga van het macro ga ik naar micro. Als ik bij u kom klagen dat mannen schoften zijn en mannen dit en mannen dat, maar elke keer kiest Gloria voor dezelfde type man. Bijvoorbeeld die slaat, die meerdere vrouwen heeft. Die liegt. En na iedere lezing dan moet ik klagen naar jou. Van een matakro. Maar naar jou. In op pikje me van Gloria. Maar Samsung aan jou verstaan. Zonder je. A iedere lezing. Je kiezen dezelfde man. Is sabbat maar op een vrouw. Toch je gang aan tori. Is sabbat maar op meerdere vrouwen. Toch je gang aan. In op kan ik klagen nou. Want dat doe jij het toch. En ik zeg het regelmatig. U die naar mij kijkt, weet dit. De burger acht ik verantwoordelijk. 1, als eerste. 2, die anderen zijn ook verantwoordelijk hoor. Die willens en wetens. Ik zou eigenlijk deze Tori vandaag niet praten, maar goed. Die willens en wetens u voorliegen. U bedriegen, u aankijken, die zijn al mooie blauwe ogen. Ik kan aankijken met hun mooie pupillen en liegen en bedriegen en doen allerlei valse beloftes. En wij, als die naïeve vrouw, vallen elke keer voor de charme van die man met zijn mooie woorden. Loekoe ongebouw, loekoe ziekenhuizen, mensen om je diep te schamen. Kijk onze toiletten op scholen om je diep te schamen. Het is ongekend. Onze overheidsgebouwen, mensen, kinderen, konotaki. Dit is niet van nu. Dit is niet van 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Dit is omelanga. Betekent dat al die figuren. Nee, het is respectloos, Amtakso. Al die mensen. Want als ik zeg figuren, is een beetje disrespectvol. En ik kan disrespectvol zijn privé, maar ik moet wel rekenen met wat ik hier zeg. Al deze mensen, al die jaren die directeur zijn geweest, minister zijn geweest, onderdirecteur zijn geweest, of wie dan ook bent geweest. U heeft eraan meegewerkt dat dit
het resultaat is. Nou, hoezo gaan wij nu klagen? Als ik u en zeg, mijn god, mijn kofatu, gloria, want man, ja, toep ze voeren. Dus nu kon leg me uit, go bigi sorgo, je go train baga, je go nja, lukusa, je stop nang alesi. Want het is toch een logisch gevolg? Waarom zijn we allemaal zo verbaasd? Waarom zijn we allemaal zo boos? Moeten we niet boos zijn op onszelf? Wat die gaan drapen, pa Bobby de? Eigen boezem? Dan heb ik je lukku. Sande you, ik kies er constant voor van een bepaalde type man. Ja, ik, kijk. En het, we moeten het anders doen. En er zijn mensen geweest. Want u kunt namen van me noemen. En dan ga ik u vragen, wat zijn de wapenfeiten, hè? Er zijn mensen geweest die stelselmatig hebben bijgedragen, meegewerkt aan bedrog. In het DNA, als minister, in de politiek, hebben meegewerkt aan bedrog. Hebben zaken goed gepraat, hebben voorgestemd voor zaken, terwijl je weet, als dat niet is, de boom. Die mensen wil ik ook helemaal niet zien meer. Sorry. You had your chance. You had your chance. Sister, brother, you had your chance. What did you do? Aantoonbaar voor mij. 50.000 wetten aannemen, dat is simpel. Maar er moet meer gebeuren dan dat. Daar lopen we mank. Sommige mensen zijn gaan de prat op. In onze regeerperiode hebben wij de meeste wetten aangenomen. Chapeau. En wat is er verder gebeurd dan? Hebben we verbetering gezien in de gezondheidszorg? Hebben we daar investeringen gezien? Hebben we daar gezien dat mensen iedere keer erop bleven hameren? Hebben we gezien in DNA dat mensen bleven hameren op onze gezondheidszorg? En mind you, er zijn mensen die artsen waren, zijn, die in het parlement zitten. Accidents aan het doen. Er is niet geïnvesteerd in twee grote dingen van ons. Gezondheidszorg en onderwijs. Wie anders wil beweren, komt u maar met me, laat me zien. Ik hoef alleen maar het resultaat te laten zien. Alleen maar dat hoef ik u laten zien. We hoeven niet eens discussie meer te gaan. Lilian zegt, goed gedicht. Of een keer een vrouw Suriname kan redden, Minosabi, ik ook niet. Want weet u, je kan een vrouw hebben die ook een bedrieger is. Want ook wij bedriegen. Wij vrouwen, laten we nou niet gaan doen. Vrouwen doen dan de pauze. Want ook wij vrouwen bedriegen en liegen en stelen. Dus, dat is zo per se wat oemasma. Een profielschets moet je van hertrap basis, wat mij betreft. Integer zijn. U weet het, de drie K's hoe ik het noemde. Kennis, kunde en karakter. Ik moet zien wat uw wapenfeiten zijn. Dan kan je nou een man of een vrouw zijn. Integere leiders hebben we nodig. Dienstbare leiders. Die niet hunzelf naar voren schuiven. Maar die, kijk. U weet, ik ben een christen. Het verhaal van Jezus, die ging de voeten wassen van zijn discipelen. Hij was een leider. En nochtans ging hij de voeten wassen. Zulke leiders hebben wij nodig. Die samen met u in die tokotoko gaat staan. Die samen met u gaat kijken echt naar een oplossing. En niet vanuit dit. Machtsdronken, zoals het gedicht het zei. Ik vind het een erg triest. Nogmaals, ik zal het herhalen, wat ik al een paar jaar doe, is de verantwoordelijkheid ligt bij de burger. Daar is de power en die kiest. En we moeten nou niet verantwoordelijk doen en van alles schreeuwen, terwijl wij zelf als collectief steeds hebben gekozen voor verkeerde leiders. En als u dat wil ontkennen, ga ik met u mee. Dan ga ik u de ziekenhuizen laten zien. Ik ga u de straten laten zien. En dan ga ik u de overheidsgebouwen laten zien. En dan rest my case. Als u vindt uw regering was beter, uw partij was beter, en deze is beter en die is beter, ik laat u die gebouwen zien. Ik laat u de wegen zien. Ik laat u de scholen zien. En ik laat u de ziekenhuizen zien. Dan is het einde discussie. Dan zeg ik, kijk, dit. De weg naar Sanderij, waar zo vaak over gereden wordt. Het is gewoon te triest voor woorden. Oké. Wendel zegt, heel mooi gedicht. Die gaat zo meteen ook, ik kreeg het dus nu net binnen hoor. Posten, ik weet niet wie Hesdi Adassi is. Iemand stuurt het net.
Een heel mooi gedicht, zegt Wendel. Ik ga ook voor een vrouw, maar er is één nadeel. Een vrouw heeft altijd een man in haar leven die haar kan beïnvloeden. Je hebt ook single women. All the single ladies, all the single ladies. U weet het, als 15-jarig meisje heb ik gezegd bij Apinti. Ik ambieer die positie overigens niet. Ik word de eerste vrouwelijke president van Suriname. Ik was toen 15 jaar. Ik weet nog precies waar ik stond. Aan de Kerkhofweg, op de gang, aan de telefoon. Een interview met Apinti. Maar ik weet niet, ja, als je een integere vrouw bent, dan mag ik toch hopen dat je ook hebt gekozen voor een integere partner. Anders nou een ongelijk spanje voor hem. Sommige mensen zeggen dat bepaalde politieke personen baat hebben bij een dom volk. Dat is waar. Tuurlijk is dat waar. Want geef ze brood en spelen, weet je, en maak je ze een beetje blij met een paar leuke pokoes. Dan in de pakket Razani. En nogmaals, wij kunnen nu niet verontwaardigd, we mogen verontwaardigd doen. Ja, mogen verontwaardigd doen. Maar ik mis wederom, ik heb het steeds toch over accountability. Ik mis de verantwoordelijkheid die wij zelf moeten nemen, vind ik. Over de keuzes die wij als burger steeds hebben gemaakt. U kunt dan niet verontwaardigd zijn dat u dit als uitkomst heeft. Definition of stupidity, zegt Albert Einstein, is doing the same thing all over again and expecting a different result. Ik ga het weer micro maken. Als ik vertel aan u, ja, en mijn vorige man sloeg, en die daarvoor sloeg, en die daarvoor sloeg, en dat die veel vrouwen, en dan ga je me vragen, maar wie die je nu hebt, af en toe slaat hij, ja. En heeft ook andere vrouwen. Nee, joh, pikibi. Maar van waga, Gloria, waarom ga je voor zo'n boeboe bitchori? Waarom kies je daarvoor? Voor joker? Nee, nou, moest ik hem klagen. Dit is het logisch gevolg van dat van vooraf, toch? Waarom praten we daar niet over? En als je erover praat, wordt mensen boos. Je mag niet over verleden praten. We zijn nu, brada, you know, vergita verleden. Want vanwege keuzes in het verleden zit je nu met bepaalde situaties en consequenties. Hoe kunnen we dit doen dan zo? Dat werkt toch niet? Ieder van u heeft dingen in uw leven gedaan waarvan u soms de consequenties maar even heeft gevoeld. Of soms tot nu toe consequenties voelt. Ik ben er één van. Nou, misschien u niet, maar ik wel. Dus je ga je nadenken de volgende keer. Dan ben je beter en dan ben je, let je wel 10 keer op. Als ik ook doe aan bepaalde zannie. Dan low you low. Ja, toch? Maar goed. Waar we naartoe moeten streven. Kijken naar leiders die dienstbaar zijn. Wat doen ze wanneer ze niet in de spotlight zijn? Dat is belangrijk. Welk geluid gaat er van hun uit? Zijn ze mensen die waarvan je weet dat ze altijd een ander ondersteunen? Of dat ze daar zijn wanneer er onrecht wordt gepleegd, dat ze daar zijn om te ondersteunen? Waar zijn die mensen? Kunnen we ze identificeren? En naar die mensen moeten we op zoek gaan. Mensen die soms op de achtergrond heel veel doen. Die al jaren het goede doen. Jarenlang op een positie zijn en goed doen. Die zijn er. Mannen, zowel vrouwen. Maar ik kan me voorstellen dat als, stel nou ik zou gevraagd worden, Gloria, wil je, dat ik actie niet vertrongen, beleidsadviseur. Ik denk nou zo maar. Nee, mevrouw, nee, meneer. Mijn bijbeltakkie. Wie met pek omgaat. Een klein beetje zuur, deze maakt het hele ding. Vromoe kaster. Wat zeiden onze ouders vroeger? Zeg maar wie je vrienden zijn, dan zeg ik wie je bent. Met wie je omgaat, mensen, is belangrijk. Sorry. Het is belangrijk met wie je omgaat. En ik ga me niet in een wespennet stoppen. Waar alles bevuild is. Die ene rotte appel in de mand. Wat zegt men? Ene rotte appel in de mand. Met zeg maar 10 andere goede. Dan wanneer mensen zeggen negativiteit heeft geen power. Het heeft wel power. 1 rotte appel in de mand bederft alles.
Dus mi, no go, no een krioto appel, tori, kom, ver, kom, kom, dot mi ook toe. Nee, mevrouw, nee, meneer, dank u wel. Oké. Okay. Ik weet hier niks van. Patricia Plein zegt, waarom is er nooit aandacht besteed? Iemand heeft me een bericht gestuurd daarover dat die mevrouw ernstig ziek was. En sowieso al volgens mij het niet... Maar ik hou me dat ten goede. Het ging over die mevrouw die dus blijkbaar door traangas is overleden. Maar die mevrouw was al ernstig ziek. Iemand heeft me dat gestuurd. En ik dacht een broer van haar. In een messengerbericht van ja, mensen zeggen allemaal dat ze daardoor is overleden. Nee, die mevrouw was al heel ernstig ziek. Maar ik weet het niet. Dus Patricia, ik kan er niets over zeggen. Want anders ga ik zomaar iets zeggen. En dat doe ik misschien wel eens zomaar dingen zeggen. Maar ik probeer toch een klein beetje, hoe zeg je dat, correct te blijven. Dus hier weet ik eigenlijk te weinig over Patricia. En, dus dan ga ik me daar ook eventjes geen uitlatingen over doen. Maar goed. Dat gezegd hebbende over de situatie, er is nog veel meer wat ik zou kunnen zeggen. Ik weet niet of u gezien heeft gisteren. Ik ben weer eventjes gaan rijden langs de Taporipa-straat. En het was weer wederom om te huilen. Men heeft weer allerlei rommel gegooid. Men heeft zelfs dode dieren daar gedumpt. Terwijl je een dierenambulance dingen hebt die je kunt bellen om te vragen. Kunt u uw honden ophalen? Of een dode hond even ophalen? Maar... op een of andere manier vinden wij het heel normaal. En dit is toch, dit zegt iets van ons als burger. En ik denk, hè, ik denk met mijn simpel verstand, dat we niet ergens in het midden kunnen beginnen om correcties aan te brengen. Ik zal aan de bodem moeten beginnen. Van de bottom up, nee, van de top down, bottom up. Nee, bottom down, sorry. En dan naar boven. Bij je basis beginnen, je fundament. A fundament no boos resrevi. Van je wanbouw, tap wan brokko fundament. Go bouw. Als ook iets scheuren, geef met je zie, want biggie stijpel, wat er ik moppo. Dan was dan even vader drapen. Als dan ik go biggie schuin, want a fundament no boom. Dus we moeten terug naar die basis, naar het fundament. En daarom blijf ik herhalen, die burger. Burgereducatie, burgerparticipatie. Er moeten mensen zijn die zich geroepen voelen om in wijken te gaan. De politieke partijen, gaat u in de wijken en gaat u mensen workshops geven of trainingen geven. Gaat u daar. En dan, we moeten terug naar de basis. En onze basis, zal ik u vertellen, is brokko. Adjeswan per nasi. Ja, I said it. Adjeswan per nasi. A fundament voor UNO. Adjeswan per nasi. Want wanneer wij, kijk toen maar naar mensen die zaken recht praten, die gewoon openlijk krom zijn. Wij gooien onze vuil. Ja, zegt er. Ja, maar ze komen niet op tijd vuil ophalen. Dat is nog geen reden om je vuil ergens te dumpen. Dan dump het voor je deur, ne? Waarom niet voor je deur? Waarom ga je bijna aan een rijden? Tel wat trapperetje voor dump je rommel. Is geen excuus. En ziet u, we nemen geen verantwoordelijkheid. We schuiven het weer af naar die anderen. Ik heb u gezegd, een van mijn zonen heeft die neiging ook. Ja, maar het komt door dat u gescheiden bent. Ja, het is waar. Het is een pijnlijk proces geweest. Helemaal niet fijn. Maar dat betekent nog niet, broer, dat jij geen verantwoordelijkheid over de keuze die jij nu maakt. Ja toch? We gaan kijken naar het verleden. Daar heeft mama fout gemaakt. Daar heeft papa fout gemaakt. Hadden we anders moeten doen. Is niet gelukt. En jij bent nu aan zet. En wat zien we? Het is dat blijkbaar mens eigen. Dat we die verantwoordelijkheid afschuiven. Het pijnlijk vinden om verantwoordelijkheid te nemen. En het is ook niet altijd prettig. Om te zeggen yes. Ja, I made a mess. Ja, mijn fout geweest. Ik had dat zo niet moeten doen. Maar je wordt er denk ik alleen maar beter van. Maar het steeds afschuiven is dat we nog steeds doen in Suriname. We houden niemand accountable. Dierenambulance haalt geen kadavers op. Oké. Nou, dan moet je ze misschien ergens... Moeten we een graf, hondengraf, weet ik veel, begraafplaats gaan maken of zo? Iets? Dankjewel, Cindy. Dat wist ik niet. Dat ze geen kadavers ophalen. Nou, dan moeten we iets anders verzinnen. Maar dit zo dumpen in een andere buurt... Dat is natuurlijk ook geen manier. Maar goed. Ik wil het hebben. Dan ga ik het nog één ding zeggen. We hebben het gehad
over verantwoordelijkheid. Althans, ik heb erover gehad. En we zouden het woordje verantwoordelijkheid moeten gaan uitpluizen. Wat zegt het van Dalen? Wat is de betekenis? Kom, Loeking. Want ik kan hem ook twee gebruiken verkeerd dan mijn grote mondjas, hoor, met bar van alles. Kooloko, sana verantwoordelijkheid, betekenis. No? Verantwoordelijkheid, betekenis. Google alles, Hani. Betekenis. Laat me zien of ik erbij zit, anders ga ik weg. Dan pak ik mijn tas, spreek mijn tas, ja, weer ik weer. Verantwoordelijkheid, een zelfstandig naamwoord. De verplichting om ervoor te zorgen dat iets goed verloopt. Dat is betekent verantwoordelijkheid. De verplichting, het instaan ook voor eigen handelen. Dat is, betekent ook verantwoordelijkheid. Het dragen van verantwoordelijkheid betekent instaan voor het eigen handelen. Ik sta in voor mijn eigen handelen. Staat u ook voor uw eigen handelen? En doen wij dat ook bij anderen? Maar goed, dus ik zat er niet helemaal naast. Dank u, mijn breedzote. En het fundament, zegt Lilian, is een grote gedragsvorm, is een grote gedragsverandering. Gepaardgaande met onze emotie. Niet nadenken, maar emoties. Minelob dat is waar. Als eerste, Chan weg, zegt Filbert, dat is volgens hem de oplossing. Twee correcte mensen, heeft u namen. Plaatsen die alles kunnen aantonen en checken wie gestraft moet worden. Alle partijen vlaggen verbranden. Eén vlag hoog houden. Het land van alle hoeken onderhouden. Goden en riolen onderhouden. Werk creëren, produceren. Ja, productie. Wat Ves al jarenlang roept. En geen kip luistert naar hem. Niet de regering hiervoor en niet deze regering. En Ves zegt dus dan terecht. Waarom nodig je me dan uit? Ino Archimimi? Ik zou mij kon doen. Nou. Eigenlijk een soort van toneelspel bij Pleidja. Biggie Tech Sami tegen you, neem dat in considerations. Betrek me bij je economische afspraken die je maakt of dingen die je implementeert. Betrek me erbij als organisatie. Op een of andere manier moest de vorige regering de VES niet en deze ook niet. En ik weet ook niet waarom. Het zijn volgens mij een groepje deskundigen, Sami Lazy. Oké. Okay. Even kijken. Goed. Dat gezegd hebbende. Als we het hebben over verantwoordelijkheid. Van mij is het vanmorgen gaat de zaak voor van Stefano Biervliet alias Paquito. Ik ken hem als Paki. Van een langere periode geleden. Als wij vinden dat hij verantwoordelijk is. En zijn er beelden daarvan waarom hij verantwoordelijk is. Dan laat u ze ook maar zien dan. Maar als wij vinden dat Paquito verantwoordelijk is voor de rellen. Dan zeg ik, dan mogen ook de minister van Justitie en Politie en de korpschef ook verantwoordelijk houden. Voor het feit dat zij onvoldoende hebben ingespeeld, ingezeind op situaties. Als de voorzitter van het parlement uit voorzorgsmaatregelen zijn vergadering verdaagt naar 2 uur in plaats van 10 uur. Dan had de korpschef of de minister moeten zeggen. Plaatst u dranghekken daar zo. En dat we dat ding kunnen, dat het beheersbaar is voor ons. Want you never know. Dat is namelijk, regeren is vooruitzien. Je moet preventief bezig zijn als veiligheidsorganisatie. Dan moet je ervoor zorgen dat je de orde kan waarborgen. Dat je de orde kan handhaven. En hoe kun je het beste doen als je hem op afgebakend terrein hebt. Dat klinkt een beetje, Farikarasani. Niet democratisch, maar als een dictator. Maar je moet soms kiezen als leider en als politie. Kiezen voor de zaak beheersbaar te maken. En dat je de orde kunt blijven garanderen en handhaven. Dus wanneer we praten over verantwoordelijkheid. Dan moeten we iedereen op die rij plaatsen. Iedereen plaatsen op die rij. Wie heeft daarin gefaald? Hoe komt het dat u gefaald heeft? Waarom heeft u dat niet gedaan? Dan gaan we allemaal verantwoordelijk houden. Dan zijn we eens, toch? Dan zijn we niet selectief bezig. En dan moeten niet mensen nu verontwaardigd doen en vallen over de vernielingen, wat ook erg is. Die veroordeel ik ook, laat het heel duidelijk zijn. Plunderen ook, maar ik val er echt, ik erger mij best wel over deze selectieve verontwaardiging. Ook van de burgers. Jawel, ook van de burgers, maar nog meer van de regeerders. Dat ze verontwaardigd zijn over het plunderen en vernietigen,
Maar niemand hoor ik over het plunderen en vernietigen praten dat in het binnenland al tig, let wel, tig jaren speelt. Niet nu, niet een incident. Al jarenlang wordt er geplunderd in ons binnenland en wordt onze natuur vernietigd. Ik heb laatst weer gelezen, in een natuurreservaat zijn er weer mensen aangehouden die daar aan het kappen waren, houtkappen. Wat bezielt je? Ben je helemaal van de pot gerukt, Tata Botaki? Gaat u maar kijken naar zo'n natuurreservaat, Bronsberg. Bronsberg. Ook gewoon vernield. Scalians. Om een lange de man de Scalians. Om een lange kwik in gebruik. En vernietig akondre. Doet u alstublieft niet nu verontwaardigd. Maar ik snap het niet. Ik snap het niet. Dus nu, en ik zag het zeggen voor die ondernemers, want u weet, die Chinese mevrouw die wilde laatst zelfmoord plegen. Ze hebben haar hele winkel leeg geplunderd. En ik heb begrepen, bij de Chinezen gaat de schuld over naar je kind, kinderen. Dus dat was een generatieschuld. Nu heeft ze nog een grotere schuld. Voor haar kinderen, ach, moet ze... Die vrouw is helemaal radeloos. Zo radeloos dat de parkserie, de voer alaf mee, de tik ala oloji, ala sani, de voer uit mijn heer winkri. A winkri legi uit. Moet jompotjir misrevi. Wie is er verantwoordelijk? Laten we dan eerlijk zijn en kijken naar alle verantwoordelijken. Even kijken. Is het waar dat het van de resten die gevonden zijn? Nee, natuurlijk niet. Shirley aan. Nee man, dat zijn gewoon verse resten. Het is blijkbaar van een hele grote vis. Mensen zeggen dinosaurus en zo. Nee. Rubien zegt iets waar ik helemaal achter sta. Wanbeleid is ook plundering. Absolute plundering van onze ziekenhuizen. Gaat u maar kijken van die plunderding. Gaat u maar kijken naar onze toiletten op scholen. Plunderding, vernietigd ding. Ja, sorry heren mensen, ik kan niet meer vergelijken appels naar peren. Maar laten we ook verontwaardigd zijn over dat stukje. Vind ik dan, hè? Maar goed, ik ben weer toch in die tory gegaan om mijn mond open te maken. Hoe het mijn visie is ten aanzien van alle commotie en terechte boosheid van burgers. Terecht zeggen van, we trekken nu aan de bel. Ik geloof wel dat er andere opties zijn waar je aan de bel kunt trekken. En het is ook belangrijk overigens, wanneer we luisteren naar mensen, dat we ook zelf dubbel checken. Als ik iets hier beweer, mevrouw, meneer, check het. Of het klopt wat ik zeg. Neem niet alles zomaar klakkeloos aan en over. Weet je, wanneer er gezegd wordt, en we gaan eisen dat het DNA... die kieswetregeling nu gaat behandelen. Het is al behandeld. Er is een groep deskundigen en zo bij elkaar. Die zijn bezig en het rapport is al klaar. Het moet alleen maar nog gepresenteerd worden. Men is ermee bezig. Waarom schreeuwt u zomaar? Ja, en dan, je moet weten waar je het over hebt. Anders ben je populistisch bezig. En we hebben al genoeg populistische praatjes gehoord. In de afgelopen 47 jaar. Dus meneer, mevrouw, gaat u in die hoek zitten. Komt u nu met populistische praatjes. En dus ik blijf erbij. Mijn positie in deze is, protesteren is een democratisch recht. En wij leven in een democratisch land, dus u mag demonstreren. Weet u, ik heb ook in Nederland gedemonstreerd, een paar jaar geleden, toen tijdens die hele COVID-maatregelen, waar ik gewoon tegen was en ben. En dan stonden we op in Rotterdam en allemaal, weet je, aan het schreeuwen en dit en we waren met elkaar. En de politie kwam en die zei, geef me, wil u doorlopen? En sommigen liepen niet door. Doorlopen. Op een gegeven moment hebben ze gewoon ons allemaal geduwd, hè. Er werd niet gekeken, bent u vrouw, bent u jong, bent u oud? Brada, ze gingen je duwen, want zij wilden op dat moment zorgen dat je in een bepaalde richting opgaat. En dan, dat is... Een van de dingen dat kan gebeuren bij protestacties, dat je een mapje gaat krijgen of een varigadesani. Hoe heet die dingen weer? Die knuppels, no? Het heeft een bepaalde naam. Dus ja, dat ga je krijgen. Dat hebben we gezien in alle landen. En bij voetbalwedstrijden bijvoorbeeld in Nederland, ziet u maar, van de wiep de man, die man en wat Archie. Dus dat is een van de dingen waarvan je weet, als je gaat protesteren, moet je er zeker van zijn dat je dat ook ready bent voor kies van toeklap. Dat is bijna inherent aan protesteren. Maar, wat we niet moeten doen, en wat we wel hebben gedaan, is dus ons eigen huis
vernielen. Dus, ik bedoel, stel nou, ik ben niet eens hier met de directeur, dan ben ik ook bij Nakbroko Alassandjaso, dan ben ik nog kon woensdag bakken voor een, om een programma te doen. Dus je gaat intern, je gaat jezelf vernietigen. Er kan nooit iets goeds uit voortkomen. En de mensen die dat gedaan hebben, wie u ook bent, om te gaan plunderen, als het nog eten was, dan zeg ik, Allah, u heeft geen eten gestolen. U heeft alleen maar dingen gestolen. En schoenen met alleen maar de linkervoet erin. Nou, lekker dan. Zit je dan. En wie heb je gedupeerd? Niet de regering hoor. De kleine ondernemers die ook hun hoofd boven water proberen te houden. Er zijn andere opties. Dus ik keur dat sowieso af. Protesteren is een democratisch recht. En volgens mij kan er alleen... Is er één wet... Maar dat kunt u ook checken hoor, of het waar is wat ik zeg. In onze wet staat volgens mij dat alleen bij, als er zeg maar de staatsveiligheid in gevaar dreigt of is, dan kan de president volgens mij bepaalde stappen nemen. En hij kan bijvoorbeeld ook de PG opdracht geven om dingen te doen. Maar anders gaan de dingen volgens regels. Maar ja, noemt u mij op wat volgens regels gaat. Karkon Jimmy, dan was dat voor ooit die. Wapenstok, dankjewel Klauw. Wapenstok, ja. De plunderaars lopen vrij rond. Ja, ook weet u hoeveel plunderaars ook nog steeds vrij rondlopen die ons land al langer hebben geplunderd? Die zijn nog grovere schurken, wat mij betreft. Die moeten we ook aan gaan pakken, maar ja, dat doen we niet. Dus we gaan, voor mij is het vanmorgen de zaak van Pakkie, we zullen het horen. Het oerwoud kan men met satellieten in de gaten houden, zegt Sharda. Je zou samenwerkingsverbanden aan kunnen gaan met wereldwijde natuurorganisaties. Suriname heeft ook organisaties. Ja, Stinazio is één van ze. En toch is Bronsberg gewoon gestript. Natuurreservaat. De heer Erland Sleur laat regelmatig beelden zien. We hebben organisaties. Maar weet u wat er speelt? Kijk, die belangen weer van sommige mensen, hè? Puur belangen van mensen. Die zegt zogenaamd dat ze Suriname op de kaart willen zetten en van Suriname houden. Mijn neus. Wat mij ook erg stoort, zegt mevrouw James, het taalgebruik van de politieagenten. Glory, kun je een voorbeeld noemen van de taalgebruik? Kunt u van mij vragen wanneer ze Tigri hebben verkocht of ingeruild? Ja, aan wie moet ik het vragen? Hebben wij het ooit, die vraag hebben we nooit gesteld. En dan kunnen we nu in de... Patricia zegt, wees eerlijk Gloria, het ging niet echt om het stelen. Patricia. Kom maar. No. Dus Luguno, dus ik ga het weer terugbrengen naar micro. Ik heb een man en ik heb iets gedaan wat hij niet fijn vindt. Hij heeft me al een paar keer gezegd, zo moet je het niet doen. En dan mag hij me baksen. Het ging niet eigenlijk om het baksen. Het ging erom dat je niet luistert. Patricia, hoor je jezelf praten? Come on. Zie je wat ik bedoel? Wij rechtvaardigen. Ik vind nu eigenlijk bijna Patricia erop lijken. Ik ken je niet. Maar het lijkt er bijna op dat je een rechtvaardiging zoekt voor iets dat gewoon verkeerd is. Is verkeerd. Dat de politie op een bepaalde manier heeft gehandeld. Is verkeerd. Dat de mensen zijn gaan plunderen. Is verkeerd. We moeten niet selectief zijn toch. Je bent boos. Er zijn andere manieren. Onder Vadekaring, meneer Cyril Daal was boos onder de regering Boutersen. Weet je wat ze gedaan hebben? Ze hebben niet geplunderd. Onder Weidebos waren we boos. Hebben we niet geplunderd. Dus er zijn andere manieren. Laten we alsjeblieft mevrouw Plein. Ja jongen, je zo. Bijna mijn last, mijn moed. Naar een hoop. Mevrouw Plein. Het ging niet om het stelen. Kijk, weet je, we gaan weer steeds het accent verleggen. Politie is fout. Burgers zijn fout. Regering is fout. Kunnen we tenminste gewoon... Even met een open vizier kijken naar de partijen en daar waar verantwoordelijkheid genomen moet worden, ook daar plaatsen. Hoe bedoel je, het ging niet om het stelen. Je gaat mensen hun dingen vernietigen. Mevrouw Patricia Plein, gaat u kijken wat ze hebben gedaan met die arme ondernemers. Dat doen aan de sma. Noem maar.
No, ma. No, ma. Meer dan eens. Maar goed, u heeft uw mening, hoor. Sorry. Sorry, ik respecteer uw mening. Ik ben het alleen maar niet eens. Ik vind het weer rechtvaardigen van verkeerd gedrag. Hetzelfde, zoals ik u vaak heb gezegd. Ik heb 5 zonen. Stel nou, mijn buurvrouw heeft 5 zonen. Haar jongens doen van alles fout. En die van mij ook. Maar ga ik van mij zeggen, ja, maar die van mij zijn een klein beetje. Want het ging echt niet zo. Ze zijn boos op mij. Het ging niet om het stelen. Really? Dus als een man me mept, omdat ik niet heb geluisterd naar hem, zegt hij, ja, maar het ging niet om het meppen, Gloria. Het ging om dat je niet luistert. Nou toch. Nou maar. Oké. Okay. Even kijken. Oké. Actie is altijd nog reactie. Wanneer je respect wil, moet je het ook wel al eerst geven om te verdienen. En de vraag die Shirley terecht stelt, wie zegt dat de relschoppers ook jongens waren die aan het protesteren waren? Zo moet je het ook zien. He, mensen waren boos, maar het waren misschien ook bewust ingezet. En dat weten we niet. Het onderzoek is nog gaande, wordt er gezegd. Dus laten we hopen dat het ook gauw duidelijk wordt. Er zijn beelden, meer beelden, dus die moeten gewoon goed bekeken worden. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending, met wie spreek ik? Hallo. Goedemorgen, met wie spreek ik? Heuvri, meneer Heuvri. Meneer Heuvri, eerst graag uw televisie of radio helemaal uitdoen, alstublieft. Ja, ja. Goed, goedemorgen. Meneer Heuvri, welkom, zegt u het maar. Is het goed in die volume? Nee, want ik hoorde mezelf op de achtergrond, dus nu hoor ik mezelf niet meer. Dank u wel. Okay. Zegt u het maar, welkom. Nee, dat ding van die plunderingen en zo. Hmm. En van die regering, die president is niet goed. Oké, mooi en waar. Je weet wat die president heeft overgenomen, toch? Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Nou, deze president is bezig de strategieën, die belangrijke strategieën aan te pakken. En welke zijn die? Pakken. Welke strategieën? De hoofddoelen van de economie aan te pakken. Maar ze werken niet met de VES. Ze praten nooit met de VES. Economie is VES, toch? Nee. Nee, maar de VES weet wat de oorzaken zijn. Wat de knelpunten zijn, toch? Ja. Toch? Mm-hmm. Maar los daarvan. Toch hoor ik mezelf, u heeft toch de radio te hard aan, of de televisie? Die president heeft 1 ding overgeslagen. Ja. Dat er een pakkettenvolk is. Mm-hmm. Dus hij is vergeten om zout, vis, bruine bonen, bokken en haring te geven. Gele erwten, knoflook, uien. Zal ze dat koel blijven? Ja. En van die plunderingen wil ik 1 ding zeggen, want toen de, ik ga niet overrassen, het niet. Maar je weet, toen die slaven zijn gevlucht, ze hadden niets om te eten. Wat deden ze 's avonds? Ze gingen die bakras plunderen. Dus het zit uw punt precies, want u had, ze gingen eten stelen, hè? Omdat ze geen eten hadden. Toch niet? Ze zijn toch gevlucht? Ja. Ze gingen ze op die plantages plunderen. Ze hadden recht om te vluchten, omdat ze niet met vrijwillige keuze zijn gekomen naar een ander land. Maar het gaat om voedsel. Ja. Ze hadden niet, ze gingen de plantages plunderen. Maar meneer Humphrey, wat wil u eigenlijk zeggen ten aanzien van dat van wat er is gebeurd? Wat is uw mening? De president is bezig, zegt u, met hoofddoelen? De hoofddoelen, de versnellen om de economie weer op poten te zetten. Oké, en hoe doet hij dat? Maar je weet toch, met mijn weinige wat hij heeft. Oké. Je weet dat we de wereldcrisis. Ja. Maar toch, heb je ooit gehoord, iemand is dood met honger? Toch? Nee, ja. Oké, dank u wel voor uw bijdrage, meneer Humphrey. Heb ik, of een belangrijke nog belangrijker. Ja. Dus die mensen die plunderingen hebben verricht en gegeten, dat zit in hun bloed generatie tot generatie. Laten ze naar de kerk gaan, knielen, en de Heer vergiffenis vragen. Is goed. Dank u wel, meneer Heuvri, voor dit advies. Dat is altijd goed.
om op je knieën te gaan en vergiffenis te vragen. Filbert zegt, het is nooit goed om te plunderen, maar de situatie, er wordt niet geluisterd en naar behoren gehandeld. Er wordt ook geblunderd in de banken en in het rechtssysteem. Dus toch nog een stukje rechtvaardiging, Filbert. Okay. De luxe goederen waren erg in trek bij de plunderaars. Scooters, zonnebril, sieraden, horloges, telefoons. Ja, weet u, we kunnen natuurlijk van mening verschillen. Dat zullen we ook wel blijven. Ik blijf erbij. Er is gezegd, er is wanbeleid overgenomen en het is ook zichtbaar. Maar dan moet je als nieuwe president, als nieuwe regering in elk geval zorgen dat jij een zuinig beleid hebt. Dat je geen 6 volle auto's hebt zoals de president heeft, of misschien zelfs meer. Dat je geen friends and family benoemd, dat je echt een ambtenarenstop hebt en dan ga kijken, kan ik werken met deze ambtenaren die er nu zijn en die ook saboteren, want die Surinamers hebben wij dus ook. En dus je hebt op die weg een x aantal zaken gedaan die je had vooraf had afgekeurd bij je vorige je voorganger. Dan kan je het nu gaan doen en het ook nog rechtvaardigen. Nee. Ik heb afgekeurd 10 jaar beleid Bouterse. En ik keur dit beleid zoals het nu ook al voor staat. Op bepaalde gebieden keur ik af. Anders ben ik selectief bezig. En dan hou ik u voor de gek en ik hou mezelf voor de gek. Ik sta nog steeds achter het dat ik het afkeur. Het beleid van Bouterse. Daar sta ik nog steeds helemaal achter. Maar ik ga geen zaken rechtvaardigen. Ook nu niet. Die fout zijn. Dan ben ik een phony. Ben ik feko. De Bella was een sympathisant van de VHP. Maar die heb je ook, hè, van de NDP, meneer Wendel. Weet u hoeveel mensen van de NDP alles goed praten? Dat is wat wij doen. Wij als Surinamers denken in politieke kleur. Wij verdedigen onze leiders, onze partij. Te dede. Met dede jamang. En we zijn niet in staat om los van je politieke kleur of los van je idolatie van een leider gewoon sec puur rationeel te kijken. Iemand zei het zo mooi, wij reageren emotioneel. Voor mij was het Lilian. We reageren uit emoties. Als het uw leider is en u vindt die leider goed, maar die leider maakt ook fouten, dan getuigt het gewoon, denk ik, van volwassenheid en eerlijkheid. Dan zou je zeggen, ja, die leider heeft fouten gemaakt. U houdt van uw kinderen, maar praat u alles goed van uw kinderen? Nee, toch? Dus ik snap niet waarom wij dat wel doen met leiders. Of met partijen. Ik denk niet in geen enkele kleur. Ik denk in Suriname kleur. En we gaan het met elkaar moeten doen. Want als de Creool of de Maron het in zich heeft van generaties van, zoals die meneer zegt, van plunderen. Dan kan ik wel ook zeggen, wat heeft de Javaan generaties lang in hun staan generaties. Dat werkt niet. We gaan het met elkaar moeten doen. Wat u ook gaat doen, hoe u het ook gaat bekijken. We gaan het met elkaar moeten doen. En zolang we dat niet begrijpen, zolang we als padstelling tegenover elkaar gaan staan, als grootste vijanden, gaat het hem niet worden. Ik wil in gesprek blijven met mensen die ook anders denken. Ze zijn niet mijn vijand. Ik ben ook niet hun vijand, mag ik hopen dat ze me zo, als niet als zodanig zien. We moeten in gesprek blijven. Als we zien dat mensen die aan het protesteren waren, mediamensen hebben gemapt, hebben geduwd, hun kamer hebben kapot gestolen, hun telefoons. Waarom dan? Is dat oké? Okay? Omdat ze boos zijn op de regering? Is dat oké? Okay? Gaan we dat ook rechtvaardigen? Ja, we zijn boos op de media, want jullie, wordt er gezegd, jullie praten na wat de president zegt of something like that. Really? Nou, hoe zo selectief dan? We luisteren niet, we lezen niet eens. We nemen alles klakkeloos over. Maar ja. De mensen die een leider verdedigen. Kijkt u. Als we kijken naar hoe het die. En eigenlijk moet ik al sowieso overstappen naar mijn twee onderwerpen. Naar Nelson Mandela. Nelson Mandela is in de gevangenis gestopt. Hij is 27 jaar onterecht vastgezeten. Wat heeft hij als eerste gedaan toen hij eruit kwam? Die zwarte man, die jaren heeft vastgezeten vanwege het beleid van de witte man, heeft die hand gereikt naar die witte man en zegt, we moeten het samen doen. Ik ga u niet haten, want het maakt mij alleen maar ziek.
We gaan het samen moeten doen. Zijn ze er in Zuid-Afrika? Nee, nog lang niet. Maar hij heeft wel een voorbeeld gegeven als leider hoe het hoort. Hij kon het alle recht om in boosheid te blijven zitten. Maar hij heeft die handen gezegd, oké, let's do this together. En op een of andere manier blijven we maar in de kleuren denken van geel, paars, wat hebben we nog meer? Oranje, groen. Wat heeft PL? Ze hebben dan een kleur voor PL. In elk geval, zo blijven we denken. Ja, precies, Rubien. Dus je hebt een meppende partner, want hij slaat zijn vrouw, want hij is gefrustreerd omdat hij een verschrikkelijke baas heeft. Dan gaan we dat ook rechtvaardigen. Dan moet je niet klagen, man, Gloria. Die man is gefrustreerd op zijn werk, hij is boos op zijn baas. Dus tik aan slag, gewoon, nakkie, een man nakkie, geeft niet. Brokkoi TV, geeft niet, hij is gefrustreerd. En zo Rob hubbelen we maar verder. En rechtvaardige verkeerde zaken. En wat gaan we doen? Wij gaan dingen die normaal zijn, gaan we abnormaal vinden. En zaken die abnormaal zijn, gaan we met z'n allen normaal vinden. Dat wordt dan de norm. Maar goed. Rut zegt, ze moeten gewoon hun handen van mensen, hun spullen afhouden. Die spullen zijn niet van Tjan en Brunswijk. Precies. Blijf er vanaf. Cyril Dali heeft geprotesteerd tijdens de regering Bouterse. Hoe heeft hij het gedaan? Tijdens Wij de Bos hebben de Surinamers ook geprotesteerd. Hoe hebben ze het gedaan? En, ja. Oké, dat gezegd hebben de mensen. Ik blijf erbij. Wij hebben als burger onze verantwoordelijkheid en we hebben het niet genomen. Logisch gevolg, dus nu moeten we niet gaan piepen. Niet huilen. Niet janken. Niet klagen. Maar gaan zeggen, hergroeperen. Even terug. Even een evaluatie doen. Even zelfreflectie doen. Even zelfreiniging doen. En stop met kleuren, denken en etniciteit. Alsjeblieft. Ik doe er niet aan mee. Even. Blakamang het eigenlijk iets over Hindustani, meneer Archie. Even Hindustani het eigenlijk iets over de blakam, meneer Archie. Minode, want mine go mee in een negativiteit. Dat die aan het jaru nergens. Nergens. Net zoals geen enkel land vooruit is gekomen vanwege een revolutie. Nergens. Karwan kontre kon Jimmy da Osataki. Goed, ik wil het hebben over twee dingen. U weet dat ik was geweest naar het kind. Nee, laten we het even hebben over het. Wie? Oh. Oh, Roy Hupsel is overleden. Wauw. Oké. Okay. Dat is. Een collega. Ook. Lees ik nu net. Ja. U weet, ik ben. Ik zit in een verschillende groepsappen. En in een groepsapp was er een schoolhoofd die vroeg om ondersteuning vanwege brood. Dus we elke maand kopen voor de leerlingen. En dat was 2500 SRD. Ik heb toen gezegd: oké, ik geef deze maand. En ik heb van verschillende mensen nog toezeggingen gekregen. Dus tot en met juli is deze school gecoverd. Toen vroeg ik aan die juf, want ik had gezien ook dat meneer Vismalen bezig was met Latour. Daar gaf hij 350 broden volgens mij. En ik heb toen gevraagd aan het schoolhoofd, zijn er nog meerdere scholen? Zou je aan andere schoolhoofden willen vragen of zij ook dit probleem hebben dat kinderen zonder brood naar school komen? Is goed, zegt ze, ga ik doen in mijn omgeving Noord. Nou, ik had binnen 10 minuten volgens mij 8 of 10 scholen met allerlei, dus aantal leerlingen dat geen brood meeneemt. Ik heb toen gezegd, oké, dan ga ik kijken hoe wij dat kunnen doen. Ik heb mensen, vrienden, die hebben gezegd, oké, Gloria, voor die school geven we geld. Jij koopt het brood, jij belegt het. Samen met Patricia, dankjewel Patricia, zijn we gegaan en hebben de broodjes gesmeerd en afgegeven. En daarna las ik dat Yokohama ook 9 scholen ondersteunt. Chapeau. Ik ben toen bij STVS geweest. Ik heb daar de oproep gedaan van laten we met z'n allen doen. Dit is los van elke politieke kleur en etniciteit. Onze kinderen lijden honger. Kunnen we helpen? Ik ben toen geweest op een school. Een meisje had sinds de dag ervoor helemaal niks gegeten. Nou, ik ben een beetje boos geworden. Want ik vond dat het onderhoofd vrij weinig had gedaan. Qua stappen te nemen om ervoor te zorgen dat het kindje op zijn minst een warme maaltijd kon krijgen. We hebben dat gefixt. Oké. En ik las van de week, eergisteren denk ik, dat de First Lady ook bezig is om 40 scholen te voorzien van brood. Geweldig. Met een bakkerij, Delicious.
denk ik. Of bread delicious, something like that. En ook prima. Paramaribo kent 350 scholen. De first lady doet 40. Zeg maar, ik doe er 10. De rest is er ook nog. En het is zo belangrijk dat wij, los van al onze dingen die om ons heen gebeuren, die ook belangrijk zijn, ons toch ook gaan focussen op kinderen die buiten hun schuld om in situaties terecht zijn gekomen. En die zitten nu met de gebakken peren en die komen zonder eten naar school. Je moet zich voorstellen, je kan dan niet goed presteren, want je hebt honger. Van je kan leren, artisa, juffrouw, taki, angri, ik keer you. Dus dat nog kan. Dus ik ben nog steeds bezig. Ik heb vandaag ook weer een gesprek met een andere dame die er ook mee gaat beginnen. Chapeau. Zo, want u weet het. U weet het. Ik hou van samenwerken. Noa ego-tripperij. Noa een mimus kisaning. If me see you, do as I me ondersteun you. If you see that I can ondersteun elkaar. Want alleen zo gaan we het redden. Samen. Ik blijf erbij. Samen. Immers, united we stand. Divided. Bam. Je fadong. Het Brodenproject is een initiatief van First Lady. Per 1 maart. Ik weet niet wat het initiatief is van haar. Je deelt het artikel. Ja, van 1 maart tot en met 1 mei is er een pilot voor 40 scholen. De scholen die wij ondersteunen, heb ik hun gevraagd. Hebben jullie uitnodiging gekregen? Zij zeggen nee, we hebben geen uitnodiging gekregen. Oké, dan blijven wij die ondersteuning geven. Dat verschillende mensen dit oppakken, juich ik alleen maar toe. Maar weet u hoe mooi het zou zijn als je gaat samenwerken? Als ik zeg, hey, Gloria, welke scholen doe jij? Die 10, prima, thank you. Jij doet die scholen. Dat is een soort van platform, toch? Met elkaar werken. Net zo weet u, als het eten brengen voor de daklozen. Men werkt ook niet met elkaar. Dus op één dag soms krijgen die daklozen 3 keer warm eten. Omdat er geen overleg is met elkaar. Er moet overleg, toch? Dat is een probleem. Dus ik ben daar nog steeds mee bezig. En mijn verzoek aan u is... Ingrid, dit roep ik toch constant. Het lijkt mij handig dat jullie met z'n allen om de tafel gaan zitten. In plaats van aparte eilandjes te vormen. Dus vandaag, daarom heb ik vorige week, was in een vergadering. En ik hoorde, en iemand zei, hey Gloria, ik las dat je een Brodenproject doet. Wij doen het ook. Ik zeg, prima, kunnen wij niet samenwerken? Ja, natuurlijk, zegt ze. Ik ben toen naar Curaçao gegaan. Ik ben terug. Ik heb er gisteravond een app gestuurd. Hey, hoe zit het met je project? Ze zegt, we zijn bijna ready to go. Ik zeg, kunnen we het nog samen doen? Ja, tuurlijk, zegt ze. Ze zegt, oké, wanneer kunnen we praten? Dus vandaag om 11:30. Schijk naar die mevrouw. En we gaan samen praten. Het heeft geen zin om eilandjes te vormen. Helemaal niet. Want wat is je doel? Je doel is te helpen. En als het nog van links of rechts komt, helpen. Daar moeten we naartoe. Oké. Ja. En ik denk dat er andere bakkerijen zijn, ook in Paramaribo, die we kunnen, kleine ondernemers, die je ook kan ondersteunen. Zeggen van oké, jullie bakken brood dat je gaat afnemen. Je gaat mensen bijvoorbeeld stimuleren. Gaat u brood bakken? Wie brood bakt, wie ons 100 bordjes kan aanleveren, die gaan we ondersteunen. Waardoor je zelfredzaamheid kweekt. Waardoor je mensen aanmoedigt, bemoedigt, stimuleert om een eigen onderneming te beginnen. En dat is wat we steeds hebben gedaan, alle jaren. Is dat er een nieuwe regering komt. Er was bijvoorbeeld een goed plan. Ik blijf het plan goed vinden van... onder de regering Boutersen. Ik weet niet van welke koker het komt, maar ik denk even van Boutersen. Die naschoolse opvang was een goed ding. Alleen hij zelf, ook de heer Boutersen, heeft toen gezegd, het is een Jan Patou geworden. Wat hij ermee beoogde, dat is niet bereikt. En dat is jammer, maar het was wel een goed plan. Pak het weer op, zou ik zeggen. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in uitzending, met u spreken. Ja, goedemorgen met meneer Keel. Ja. Wat jullie willen doen, 100% sta ik erachter, ik ondersteun jullie. Maar één ding waar ik wel een beetje tegen ben, tegen jullie, is dat een organisatie, al is het sociale zaken, mag het zijn dat een juffrouw ontdekt een kind komt zonder brood naar school, moet er een organisatie kunnen zijn die contact maakt met thuis, want dat is de verantwoordelijkheid van papa. Want papa kan geen, laten we zeggen, papa verdient bijvoorbeeld 10.000 per maand en dat kind komt zonder brood naar school. Terwijl een ander kind die misschien het ergens anders nodig heeft, die echt in de problemen zit,
Begrijpt u dat? Dat die wel een broodje kan krijgen. Ja. Want de verantwoordelijkheid, want vroeger had je bij de Tris, hè? Ja. Had je niet zo'n organisatie. Mocht het zijn, als je verdient goed en je verwaarloost dat gezin, dan gaat men ingrepen, sociale zaken, die moeder wordt erbij betrokken. Ja. Ga bij die moeders onderzoeken hoe het thuis staat. Want dat ontbreken we in Suriname. Maar wat jullie doen, ik sta er 100% achter. Want het is in feite de verantwoordelijkheid van de vader. En als zij het niet doen, dan moeten wij het op ons nemen. Maar dank u wel. We moeten ze ook op het matje roepen. Helemaal eens. Dank u wel. Meneer Theo heeft weer een heel belangrijk punt aangehaald. Dank u wel, meneer Theo. Dat is, want dat is wat ik dus gezegd heb, wat we zeggen dus. Je gaat in op die acute nood. Maar daar moet je niet bij blijven. Dan ga je kijken, wat meneer Theo zegt. Dan ga je in kaart brengen. Wat is de situatie van zo'n kind? Ik stuurde vandaag nog een bericht naar iemand van sociale zaken. Ik zeg, luister nou. Deze persoon heeft hulp nodig. Doen jullie ook nog een huisbezoeken? Want dat deden wij vroeger in Nederland. Je ging op huisbezoek. Je gaat de situatie ter plekke bekijken. Je gaat vragen stellen. Je gaat checken. Dat is wat meneer Theo zegt. Dus helpen is prima. Maar wat doen we daarna? Wat doen we ermee met die informatie? Wie zijn die kinderen? Wordt er een thuissituatie bekeken? En dat moet er ook komen. Want anders, en daar heeft meneer Theo helemaal gelijk in, geven we brood, maar we werken niet aan een structurele oplossing. En daar moet je dus naartoe. Dat zei ik vorige keer ook. Dus we gaan nu in op een acute behoefte. Er is nu tekort aan brood bij dit kind. En tegelijkertijd moet er een organisatie zijn, sociale zaken of wie dan ook, maar ik denk sociale zaken, die dus mensen heeft die naar deze gezinnen gaat, op bezoek gaat en gaat kijken en een kaart gaat brengen. Wat is de thuissituatie en hoe kunnen we helpen? Helemaal eens, dank u wel voor deze geweldige toevoeging, aanvulling zelfs. En meneer Theo, dank u wel. Dat is wat we moeten doen, het in kaart gaan brengen. Wie zijn de kinderen? Wat is hun thuissituatie? En ik ga dat vaker roepen. Ik heb het een paar keer geroepen, maar we moeten het vaker inderdaad zeggen. Dank u, dank u, dank u. Klaus zegt inderdaad, je geeft vis maar geen hengel. En dat is wat meneer Theo zegt, hè. Ga kijken hoe de situatie is. En ga je dan ook nog verder helpen. Ik vroeg het dus vanmorgen aan die persoon. Ik heb nog geen antwoord gekregen. Van, doen jullie trouwens nog huisbezoek in Suriname als maatschappelijk werkers? Ik had vorige keer ook een situatie met een maatschappelijk werker. En die liet de cliënt mij bellen. Dus ik heb haar teruggebeld. Ik zeg, de cliënt moet mij niet bellen. Jij hoort namens de cliënt met mij in gesprek te komen. En bij mij duidelijk te hebben hoe of wat. Want nu gaat het weer via hem, dan gaat het weer naar jou. Jij en ik. Jij ziet, ik kan helpen. Nou, dan moet jij me bellen om me te vragen. Wat is nou die hulpvraag? Dat jij het voor mij helder maakt, in kaart brengt. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het dan lijkt alsof mensen dan ook niet precies weten wat hun taakomschrijving is. Dat is wel een manco van mij, dat ik dan gauw geïrriteerd raak, want ik ben boos op zo iemand. Wat zou je niet begrijpen, je taak? Weet je, dus dat is ook iets, een beetje van mij, dat ik dat ook een klein beetje minder heftig doe en reageer. Want soms niet dat hij de telefoon gaat, maar ik hoor, nu pas. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending. Goedemorgen, mevrouw Gloria, met Emergo. Dag, meneer Emergo. Dag, mevrouw Gloria. U heeft gesproken over de actie van meneer Patokino, ik weet niet de naam. Ja, de heer Stefano Biervliet, een correcte naam. Daarover wil ik ook even wat zeggen. Mm-hmm. Men heeft meneer Hooghart misbruikt om actie te voeren om de regering Wijnenbosch naar huis te sturen, zodat men een andere stichting gemeenteregering aan de macht kon zetten om met dezelfde niet volgens de wet fraude corruptie financieel systeem te werken. Men heeft meneer Curtis misbruikt om actie te voeren om u af te leiden van de waarheid. Men heeft twee inspecteurs misbruikt om actie te voeren om u af te leiden van de waarheid. Men heeft Patoki misbruikt om actie te voeren om u af te leiden van de waarheid. En om een persoon die voor moord is veroordeeld uit de gevangenis te houden. De waarheid is dat de stichting gemeente regeringen met een niet volgens de wet stichting gemeente grondwetsysteem werken en een niet volgens de wet fraude financieel
fraude, corruptie, financieel systeem dat verboden en strafbaar is gesteld volgens de wet. En dat is niet goed. Dank u wel, mevrouw Watson. Dank u wel, meneer Emergo. Meneer Emergo zegt ja, wat ik zei, ja, je hebt zelf dingen gekozen, niet volgens de wet gehandeld. Dus ja, dat je kiest zelfs aan, maar ik geloof niet dat je kan laten misbruiken via je eigen verstand. En waar ik toen ook een beetje boos ben geworden, ook wederom, niet correct, ik geef het toe, mea culpa, I'm not perfect ook, pretendeer ook niet te zijn perfect, maar ik vroeg aan die, aan dat schoolhoofd, hè, want ze zei, ja, deze is me gisteren ook al verteld, wat heeft u gedaan, zoals meneer Theo nu net zegt, toch? Wat doe je dan als schoolhoofd? Je krijgt deze informatie van dat kindje, wat doe je met de informatie? De ver van je bed show en klaar, het kind gaat naar huis en niemand helpt. Weer een teleurstelling voor zo'n klein kind die komt vertellen, ik heb geen eten, we hebben geen eten thuis. En niemand doet wat. U als schoolhoofd heeft ook een verantwoordelijkheid, toch? Registreer, Suma Ishi. Want je krijgt de signalen binnen als eerste, toch? Die komen bij u binnen. Nou, dan geleidt u ze door naar die kanalen. Maar alleen, de kanalen nog bekend. En alle de schakels neer ook op boom. En soms wel los maar dit aan posities dan niet eens begrepen waar het over gaat. Want ze waren schoonmaaksters, de trombeleidsadviseur of beleidsmedewerkers. En niets ten nadele van de schoonmakers, want je kunt soms als schoonmaakster toch nog heel goed je werk dingen begrijpen. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar soms zit je mensen op posities die totaal niet geschikt zijn. Een schoolhoofd die het signaal binnenkrijgt van of mishandeling of van seksueel misbruik of van honger, vind ik, hoort dit signaal door te geleiden naar een instantie. De vraag is, hebben we die instanties? Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Humphrey, ik ben Humphrey. Dag meneer Humphrey. U heeft al net gebeld? Mevrouw, u gaat me boos worden. Kijk, moet ik een ding, hè? Ja. Ik ben een nengere. Maar wil ik nengere met Schenk, zijn de 90% tot een nengere 10 negen angri beraadskoro. Ik ga angri aadskoro. Sameki. Sameka Japan kan doen moeiti. Sameka Aindustani. Sameka Buru kan doen moeiti. Agaya Nisa Brashon zijn de. Zijn de an nengere 10 angri aadskoro. Je hebt IT King. Dat jouw baby, het is zwanger. Dat jouw longa, zus alles zaken. Ja. Inaap ook zo. Ik snap dat. Dat stop met die kito. Daar ben ik met u eens, meneer Humphrey. Daar heb ik het ook over gehad. Inderdaad, daar moet ook iets mee gedaan worden. Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Humphrey. Ja, meneer Humphrey zegt, ja, daar moeten we toch ook wat aan doen. Inderdaad, daar ben ik met hem eens. Ik heb ook gezegd een paar keren. U bent vrij om hoeveel kinderen te maken, dat mag u zelf weten. Misref ab Fifiboy. Maar een moment dat Juno Mansorgo de Pching, je verwacht voor overheid, dat overheid moest komen, dat overheid nou moest eisen stellen. In Nederland heb ik bij de sociale zaken gewerkt. Ik kom bij u thuis en dan ga ik u vragen stellen. U heeft gewerkt, waar heeft u gewerkt? Oké, heeft u daar geen recht op WW, dan gaat u daar eerst terecht. We gaan kijken, zijn er eerdere schakels bij wie u kunt gaan? Eerdere vangnetten, zoals het genoemd werd. Dan gaan we daar gebruik van maken. Is er een vader in het spel? Waar is de vader? Hij hoort te zorgen ook een bijdrage te leveren. Het is ook zo. We horen ook te gaan kijken, hoe komt het dat dit gebeurt? Dat betekent, daarom zeg ik, we moeten bij het fundament beginnen toch. Dan moeten we daar gaan investeren. Daaraan gaan werken. En overigens, meneer Humphrey, ik was laatst op een school waar alleen maar buitenlandse kinderen zaten. De Brachons, de Cubanen. En die hadden ook allemaal honger. Met Gloria, goedemorgen, u bent live in de uitzending. Ja, mevrouw Gloria, dat ben ik Ogers. Dag meneer Ogers, welkom, zegt u het maar. Ja, ik ben wat al zijn over naschoolse opvang, toch? Ja. Kijk, ik zat op de Stasische school, daar aan de Calcutta-straat. Ja. En ik zat in de vierde klas. Mevrouw Gloria, toen was het georganiseerd. Omdat 10 uur... Zo tegen 9 en 10 uur. Dat sociale zaken bij de rangen. De patoek bananga nyang en nyang. En tegen. Er was een vrouw daar. Die ging uitscheppen. Ja.
En bijvoorbeeld de derde, vierde, ik denk vanaf vierde klas tot de eerste klas, Oebekisnyang. Oké. Ik ging elke dag met de lepel naar school, in mijn tas. Elke dag. Omdat niet iedereen gaat elke dag eten krijgen. Hm? Bijvoorbeeld, als ik geluk heb, dan mijn vader niet, dan mijn adi dat hij. Mm-hmm. Laat me zeggen, vierde klas bijvoorbeeld, 10 kinderen. Derde klas, dus zo ging het. Dus een aantal kinderen, aantal niet die volle hele klas. Omdat elke klas moest hun vader en moeder naam opgeven waar moeder werkt of moederhuisvrouw is. Yeah. Waar vader werkt of vader invalid is. Weet u wel? Ja. Dus alles was goed georganiseerd. Was geregistreerd, zegt u dus alles. Ja. Omdat als juffrouw naar mij kijkt en ik sta mijn lepel boven, want ik ben op een spoemgalok toe Tewanya. Dan juffrouw Simi, dat zegt, hé, deze voor deze meneer August en zijn vader werkt bij de Suraku. En voor zich, de bambetak tebe op Ippa bij Raka Suraku. Je verdient money. Ja, nee, maar meneer August, mijn oog zijn niet goed, nee. Geef een andere beurt, weet je wel? Ja. Kan je aan de bakken. Maar daar wat gingen die kinderen doen? Die zijn bij ouders bij Abemboom. Die dat nog bij Tjani Spoon kan scoren. Nee. Na de wasa no be abembu na de wanda be chaspunga skoro. Dus en echo orgen, no one probleem, no one fit, niet zo. Ja, welk jaar was dat, meneer? Wat zegt u? Welk jaar was dat, meneer? Boy, mijn oma 71 jaar, wat jaar, dus ik ga thuis op. Ja, ik ben van 1960, dus ze zal het, ja. Ik ga thuis jaar of zo, maar ik zat in de vierde klas. Oké. Okay. Dus ik denk vanaf vierde klas tot de eerste klas, maar. Het kan het derde tot eenaar, maar volgens mij wat ik zat in de vierde klas destijds. Oké. Maar het was altijd zo, moet het hier, zo moet het weer gedaan worden. Maar net als die vorige meneer Beller zei, meneer Theo, dan moeten we gaan registreren. Wat u zegt, het moet geregistreerd worden. Nee, hoeft niet. Nee. Elke school, bijvoorbeeld vanaf vierde, daar zei ik vanaf vierde tot de eerste klas. Ja. Elke klas, juffrouw Sap of meneer Sap precies, dat bijvoorbeeld. Er zitten bijvoorbeeld 20 kinderen in de klas. Hey, van die 20, 5 zijn goede ouders, 15 ouders slecht. En van die 15 kan de vierde klas 10 mensen maar, dus 10 kinderen maar, kunnen hun portie krijgen. Ja. En van die 15 moet je geluk hebben dat je kiest van portie. Ja. Maar als je vandaag krijgt, krijg je morgen niet meer. Nee. Dus zo was het. En dat ging ordelijk. Ja. Ja, en we hadden mijn oledje. Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Oké. Okay, ja hoor. Ja, dus het kan. We moeten misschien gaan kijken naar een vorm. Er zijn verschillende opties. Er zijn nu in elk geval meerdere mensen bezig met het broodproject. Geweldig. Wat mijn oproep is aan u. Als u bijvoorbeeld in een buurt woont. En of u kent mensen in een buurt. Zorg in Hoop. Latour. Evram Zegen. Welgelegen. Zijn er scholen. Je kunt u gewoon benaderen aan een schoolhoofd en vragen, heeft u hier kinderen die behoeftig zijn? Maar ik ben het wel eens met meneer Theo, dat je dus moet gaan werken aan een systeem van bijhouden van zaken. En waar je ook voor moet waken natuurlijk, dat die kinderen niet gepest worden omdat ze geen brood hebben. Dus het is zoeken. En een schoolhoofd nogmaals, die heeft die signalen. Volgens mij als eerste binnen, als het goed is, zijn er de leerkrachten die kijken. Je hebt een... Als het goed is, een interactie met je kinderen, je let op wie een brood heeft, dan moet dat samen op te lossen zijn. En als iedereen bij wijze van spreken met 10 man of 5 man een school adopteert voor een periode, niet tot en met mei, maar tot en met augustus, wanneer de scholen, en dat we daarna gaan kijken naar een betere oplossing. Want het is triest als kinderen met honger naar school gaan. En er zijn genoeg schoolhoofden en leraren die met hun hart op de juiste plek zitten. En Sharda, dat heb ik ook gezegd toen. What about al die religieuze organisaties? Tempels, kerken, moskeeën. Is dit niet iets wat u als vanuit uw geloofsovertuiging zou moeten doen? Om te zien naar degenen die het niet goed hebben. Daarmee laat je ook zien dat je een extraatje hebt misschien. Dat je vanuit een andere innerlijke overtuiging werkt. Nou, dat is wat ik hoop. En in elk geval in mijn kerk zijn ze al bezig, Logos, om ook dit op te pakken, om ook scholen te ondersteunen. En
Dat heeft de voorganger, de heer Rijmen, bekendgemaakt dat ze dat ook gaan doen en dat ze daarmee bezig zijn. Inmiddels 5 scholen al gelokaliseerd daarvoor. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending. Goedemorgen. Met Hugo. Yes, meneer Hugo. Welkom. Zegt u het maar. Ik heb meneer Theo niet gehoord, want ik was even naar het toilet. Ja. Maar ik heb dit, heb ik al eerder aan je doorgegeven. Toen ik op de lagere school zat, kreeg de school eten. Maar er waren dan groep A en groep B scholen. Alle groep B scholen kregen eten. Ja. En dat systeem bestaat niet meer. Want je praat tot een man van 75. Ja, oké. Okay. Ja. Dank u wel. Was ik even vergeten dat u inderdaad al aangehaald. Ja, we moeten het... ja, dank u wel, meneer Levering. Ik was op de christelijke school en iemand reageerde erop, zei... Ze was niet op de christelijke, op een christelijke school, maar ze kreeg toch... Het waren groep A en groep B scholen. Maar dat systeem bestaat nu niet meer. Nee. Ja. Oké. Dank u wel voor uw bijdrage. Iemand zegt, wanneer komt het project school, maakt de school schoon? Over het algemeen is die school wel schoon, maar dus het materiaal is brokken. Dus het terrein is niet vies, maar de toiletten zien er niet uit. Weet je, dat is mijn grootste wens, dat wij toiletten hebben bij goed werkende, uitziende toiletten, ook op scholen. Ai, mijn jedo, ik heb je laten zien, laatste foto's. Man, dat is echt iets op mijn bucketlist. Toiletten. Dus het schoolterrein is vaak schoon. Het gaat om, en de klassen zijn schoon, het gaat om het materiaal. Kapotte deuren, kapotte plafond, toiletten, daar is het probleem. Maar ik zal u op de hoogte houden van vandaag wat er uit de bus is gekomen. En ik neem het sowieso mee wat meneer Humphrey en meneer Theo zeggen over het ook aan de scholen doorgeven en misschien aan sociale zaken. Houd het bij en kijken hoe we dit het beste kunnen invullen en een plan van aanpak maken. En dat je werkt naar zelfredzaamheid. Dat is ook belangrijk. Schooltuin bijvoorbeeld. Kinderen kun je ook stimuleren als je weet van je kind zit op een school waar ook arme kindjes zitten. Dat je je kind vanaf jongs af leert om te delen. En dan geven ze een extra broodje mee. Dat zo leer je ook je kinderen omzien naar elkaar. Goed, mijn volgende onderwerp is kindertehuizen. Komt ik een slok vast aan dat. Ik heb u verteld, ik kom uit de jeugdhulpverlening Nederland jaren gewerkt. En ik ben hier vaker naar thuizen geweest. En ik heb toen vaak gezegd, ik ga niet meer naar thuizen, want ik word boos. Omdat wat ik heb gezien daar, klopt van geen meter. In plaats van boos te worden, had ik er veel meer aan moeten doen. Dus dat neem ik ook verantwoordelijkheid in. Ik heb het er wel besproken hier steeds, maar ik heb er ook niets concreets mee gedaan. Dus ik was ook een van de grote oproeikraars aan de zijkant. Maar wat heb ik daadwerkelijk gedaan? Zip, zero, nada. Dus dat is mijn verantwoordelijkheid. En daarom moet ik het dus nu beter gaan doen. Dan het alleen maar benoemen. We hebben gezien wat er is gebeurd in hoop voor kinderen. Er is weinig hoop daar gegeven aan kinderen. Is van alles misgegaan. In 2018 al waren er 3 minderjarige meisjes weggelopen en hadden aangegeven dat er sprake was van zware mishandeling. Men is dat gaan controleren en het bleek, oké, dat klopt. En men zo had toen gezegd, degene die toen de leiding had, we gaan meer samenwerken en we gaan het in de gaten houden. Vervolgens zien we in 2023 nog grotere schandalen naar buiten komen. Het filmpje heeft u gezien, heb ik ook gedeeld, waarin de directeur, de voorzitter van de stichting, een meisje volop keihard in het gezicht slaat met zijn vuist. Ik heb het interview gedeeltelijk gezien van hem, waarin hij het seksueel misbruik van kinderen persoonlijk ontkent. Daar was hij erg boos over. Ik heb niet verder geluisterd naar het interview. Dus als ik dus nu iets ga zeggen, is het puur vanwege mijn eigen interpretatie. Ik mis een stukje inkeer, berouw,
schaamte. Dat je een kind zo slaat. En schopt ook nog alsof het een hond is. Zelfs een hond mag je niet schoppen. En daar hebben we nu weer een andere Zout der Aarde. Waarin ook buren nu aan de bel gaan trekken. En het is goed en geweldig. Daar ben ik blij om dat er wat mee gedaan wordt. Ik heb toen contact gezocht met mevrouw Bron van Buvas. Ik heb haar een bericht gestuurd. En ik noem haar naam, want ik lieg niet, dus ik kan het. Ik heb haar gevraagd om dit wat ik heb gestuurd. Goedemorgen, mevrouw Bron. Mijn naam is Gloria Botsen. Ik ben werkzaam bij Radio Trishul en van online medium Travasde. Ik heb vaker in mijn programma gesproken over de situatie van de meeste kindertehuizen. Ik wil u uitnodigen voor een live interview op maandag 27 februari. Het kan ook telefonisch. Het programma is van zo laat tot zo laat. Het gaat om de gebeurtenissen bij Hoop der Kinderen en over het beeld van Buvas ten aanzien van kinderen die in tehuizen, beleid van Buvas ten aanzien van kinderen die in tehuizen zijn geplaatst. Hopende op een positieve reactie. Als reactie krijg ik goede dag ontvangen. Dat is de reactie. En toen zei ik, bedankt voor uw reactie. Graag verneem ik ook van u of u op die datum en dat tijdstip beschikbaar bent. Duimpje omhoog, stuurt ze. En ik zeg vanmorgen, goedemorgen, ik heb helaas geen reactie mogen ontvangen of u beschikbaar bent. U stuurt een duimpje, maar wat dat betekent is mij niet duidelijk. In mijn programma vandaag zal ik het over hebben en dan zal ik ook vermelden dat ik u benaderd heb. Dus ik weet niet wat het duimpje betekent. Is het goed, kan ik je bellen? Nee, ik denk dat we toch op een andere manier moeten communiceren. Dus het beleid van Buvas. Wat is het beleid ten aanzien van het plaatsen van kinderen in tehuizen? Dan wil ik weten, wat is het beleid ten aanzien van die tehuizen? Als het particuliere instellingen zijn, dan zou je kunnen zeggen, ja, daar heeft de overheid geen bemoeienis mee. Maar op het moment dat u als overheid ook kinderen plaatst in die particuliere tehuizen, bent u mede verantwoordelijk voor wat er daar gebeurt, wat u heeft, u plaatst, die kinderen daar. Het blijkt dus dat je eigenlijk, als ik zeg maar nu een tehuis wil beginnen, ik ga naar de Kamer van Koophandel, ik schrijf me in en ik begin een tehuis. Ik wilde graag weten, wat is het beleid? Wat vraagt u voor kennis en kunde van zo'n tehuis, van zo'n leidster, van zo'n directeur, van zo'n stichting? Heeft u een profielschets wat u op zijn minst aan eisen heeft? Ik heb een beetje last van de airco. Sorry, het slaat een beetje op mijn keel. Wat is het beleid dus? Zijn er gedragswetenschappers verbonden aan de tehuizen? Wordt er regelmatig overleg gepleegd? Wordt er vergaderd? Zijn er dossiers die worden bijgehouden van kinderen? Dat ken ik, dus dan schrijf je op. Vanavond was Gloria erg onrustig. En Gloria heeft niet willen luisteren, is eerder naar bed gestuurd. En het gesprek komt morgen met Gloria. Dus wanneer ik dan overneem in mijn late dienst of in mijn ochtenddienst, dan kan ik lezen, naar aanleiding van de rapportage, hoe het zat met Gloria gisteren. Of hoe het zat met Gloria s'morgens. En volgens mij hebben we dat niet in Suriname. Liefde alleen is niet voldoende, zeggen wij. Omdat we praten over kinderen met een trauma. Die zijn of seksueel misbruikt of die zijn in de steek gelaten. Die zijn lichamelijk ook mishandeld. Hoe gaat u om met zulke kinderen? Beschikt u over die deskundigheid? Heeft u expertise op dat, op dat gebied? En weet u, ik ben door verschillende mensen benaderd die verteld hebben dat hun kinderen daar hebben gezeten. Wat er is gebeurd met hun kind. Mensen die hebben gezegd, ik heb daar gewerkt. Ik heb daar stage gelopen. Ik heb daar dit gedaan en dat gedaan. En het blijkt dus dat dit al veel langer speelt. Er wordt van alles gezegd en beweerd. En we horen nu ook weer niets terug. En dat is wat ik dus ook weer even mis. Die terugkoppeling naar die samenleving. Buvas, u hoort die terugkoppeling te geven aan de samenleving. Waarom? Om ruis te voorkomen. Om te voorkomen dat verhalen hun eigen leven gaan hebben. Dat mensen zomaar dingen gaan verzinnen. U bent in principe mede verantwoordelijk samen met sociale zaken. En met justitie denk ik ook. Om ervoor te zorgen dat die samenleving
genoegzaam, zoals ze zeggen, wordt geïnformeerd. Wat is de stand van zaken? Die meneer is vrij. Dat was sprake van mishandeling. Loopt de zaak nog? En wat zijn de stappen, waar zijn deze kinderen geplaatst? Zijn ze van de regen in de drup geplaatst? Wat gebeurt er bij Jus Paul? Minister Amoxi maakt u zich hier druk over. Dit zijn misstanden, dit zijn strafbare feiten die gepleegd worden. En ik heb dan gelezen in een interview dat dan gezegd wordt, de schakels die moeten beter gaan samenwerken. Ja, ja, inderdaad, Icono, die schakels werken al heel lang niet goed samen. En hoe komt dat toch? Waar ligt het aan dat er op een of andere manier is er geen samenwerking tussen die verschillende instanties? In 2018 werd er gezegd, ja, we moeten gaan samenwerken met elkaar en betere afstemming. En nu hoor ik het ook nu van deze mevrouw, mevrouw Bron. En ja, en Rubien zegt, kinderen met een trauma hebben een getraumatiseerd idee van liefde. Zo is dat. Zij denken met, en die mevrouw vertelde bijvoorbeeld, die daar werkte, dat was dus out of the camera. Was ik niet meer aan het filmen. Ja, en die meisjes hier, dan gaan ze eentje gaan daar zitten met haar lichaam zo en met een bobby zo laten zien. Het meisje seksueel misbruikt. Zeg ze, ja, ik min een kwek mochoja. Alleen die uitdrukking, mensen. U heeft geen kaas van gegeten van waarmee u bezig bent. U heeft er totaal geen kaas van gegeten. Totaal zip, zero, nada. Kinderen, meisjes, die seksueel misbruikt zijn, vertonen promiscuous gedrag. Ja, die vertonen een soort van verleidelijk gedrag. Want daarmee hebben ze altijd hun zin gekregen, aandacht gekregen, liefde gekregen, geld gekregen. Dus ze weten niet beter. Hun dit is twisted geworden vanaf ze klein zijn. En dan ga jij als volwassen zeggen, minne kwekkie, ongeschikt. Ongeschikt wat mij betreft om met zulke kinderen hele dag daar te zitten en tante te zijn. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Terugkoppeling, lik me vestje. Bijhouden van dossiers, lik me vestje. Deskundigheid, lik me, ik zeg het. Ik zeg het. Want ik heb het gezien. Ik heb gesproken een keertje met een directeur van een tehuis. Die werkt met traumatische kinderen. Ik ga het verhaal nog een keer vertellen. Hoe mag raak? Aksa mevrouw. Wat kan het betekenen als u een jongen ziet elke dag heeft hij ontlasting in zijn onderbroek? Want als het goed is, als je werkt met traumatische kinderen, is een van de dingen ook die je doet, is hun ondergoed checken. Want waarom check je dat? Omdat je dat geleerd hebt, want je kunt daar iets uithalen. Dus die kennis moet je hebben, toch? Want anders ga je denken, meneer, hoe doe ik een onderbroek? Wat kan het betekenen als hij elke dag ontlasting heeft in zijn onderbroek? Ze kijkt me aan, ze zegt, let wel, directeur. Zenuwen? Zenuwen, zei ik tegen haar. Het kan maar eerste red flag. Kan duiden op seksueel misbruik. Hoezo weet u dat niet? En u werkt met traumatische kinderen. Rule nummer uno. Meisjes, jongens, die seksueel misbruikt zijn, plaatst u niet samen in één tehuis. Niet. Niet. Daar al heb je van mij al je incompetentie laten zien. En dan zeg ik het heel keihard. Daar. Door het plaatsen van met elkaar. Laat u mij zien zonder woorden. You no competent. Zero, zip, nada. You no sap niet eens zal je doen. Vroeger had je twee tehuizen. Mijn vader was directeur van één van, we noemden het de rijper jeugd. Had je één voor jongens aan de Kerkhofweg en één voor meisjes aan de Rode Kruislaan. Apart. Blijkbaar is het toen wel verstand. En wat doen we nu? We plaatsen ze bij elkaar. Meisjes van 14, 15 jaar met jongens van 16 jaar. Jongens van 16 jaar, mevrouw, meneer. Hun hormonen werken. Wat normaal is een normale ontwikkeling. En u plaatst ze bij elkaar.
En dan gaat u eentje een motje noemen. Incompetent. Ik hoop dat mevrouw Bron me wel gaat te bellen. Hoe kunt u kinderen plaatsen? Dan als, en nu, men moet me komen zeggen, ja, maar zo heb ik het altijd gedaan. Nee. Dat bedoel ik toch? Wanneer we gaan praten, we gaan nu praten over nu alleen. We gaan die hele sama-sama. Zo, sorry hoor voor het woord. We gaan die... Nee, correctie. We gaan het hele... We gaan het hele beleid bekijken van de afgelopen 20, 30 jaar. Dan gaan we kijken. Wie heeft er allemaal gewerkt bij BUFAS? Hadden ze kennis van zaken? Wie heeft er gewerkt bij sociale zaken? Hadden ze kennis van zaken? Wie heeft er gewerkt bij politie, justitie en politie? Hadden ze kennis van zaken? Want als u kennis van zaken had, had u al lang in geïmplementeerd en aan de bel getrokken. Heel hard had ik u horen schreeuwen. We mogen ze niet bij elkaar plaatsen. Maar, politie brengt ze daar, want die hebben geen andere plek. Dus we hebben een kindje, we plaatsen er hier. We halen uit huis, want ja, vader heeft het kind mishandeld. We hebben geen niemand anders om te plaatsen. En we plaatsen. In Nederland kijken we naar binnen het eigen netwerk in de eerste instantie. Gaan we kijken binnen het eigen netwerk. Is er een oma, is er een tante, is er een neef, is er een die? We gaan kijken. Of een goede vriendin. Binnen het eigen netwerk gaan we kijken, is er opvang mogelijk? Vinden we dat niet, dan gaat zo'n kind in een crisisopvang. Crisisopvang blijf je daar maximaal 12 weken. In die 12 weken moeten wij ervoor zorgen dat er een plek is. Er moet een rapportage komen. Er moet een hulpplan klaar zijn. Er wordt vergaderd. Er zijn gesprekken met zo'n kind. En je werkt naar iets toe. Jeugdzorg functioneert ook niet geweldig in Nederland. Laat me dat heel snel zeggen. Maar er is een plan van aanpak. Het dus lijkt erop. Mag ik het zo stellen? Ja. Het lijkt er dus op dat al die jaren geen mensen met competentie hebben gewerkt daar. Hoe moet ik het anders zien dan? Vertelt u mij, hoe moet ik het anders zien? En dit is niet iets van nu. Dus wanneer iemand dat komt vertellen, het ligt aan Tjaan, zeg ik alsjeblieft. Het ligt aan Bouta, alsjeblieft. Dit ding speelt daar veel langer. En in die periode dat er jonge mensen, mensen die gestudeerd hebben, in het DNA terecht zijn gekomen, op posities zijn gekomen als directeur en minister. In die periode, wie zijn de ministers geweest van sociale zaken? Alamala, Kokarko. Wat heeft u gedaan op dit gebied? Wie zijn de mensen geweest bij BUFAS? Wat heeft u gedaan op dit gebied? Bij Juspol. Hoe ligt die samenwerking met deze drie organisaties? Met opa Doelie misschien ook. Hoe werkt dat? Zijn die schakels? Ik hoor mevrouw Bronsen, lees ik in een interview zeggen, ja, die schakels moeten beter met elkaar gaan werken. Het is om te huilen. Ik ga lachen, het is om te huilen. En wat leveren we dus af, hè? Zwaar beschadigde volwassenen. Die maatschappij ingaan met een totaal verkeerde mindset. En ook wederom laten wij als volwassenen deze onschuldige kinderen in de steek. Omdat wij vinden, ja, tante Jeanne kan het wel doen. Tante Jeanne kan het doen. Tante Jeanne is lief voor de kinderen. Maar tante Jeanne is lief voor de kinderen, maar dat is niet voldoende. Prima, houd tante Jeanne, die kan met ze zitten op haar schoot. Die kan liedjes met ze zingen, die kan ze lekker troosten als ze huilen. Maar zorg ervoor dat naast tante Jeanne twee andere tantes zijn met kennis. Waardoor tante Jeanne ook kan leren en ook kan doorspelen. Ik ben benieuwd, alle tehuizen. Een hoop van kinderen, hadden ze daar dossiers van kinderen? Hadden ze bij Zoude Aarde en alle anderen. Bij Huizen Campagne, bij Huizen Noskas, bij... Ik weet niet. Allemaal hebben we dat. Zijn er dossiers van kinderen? Wordt er overleg gepleegd? Toen ik ook aan die mevrouw vroeg, vergaderen jullie? Nee, we vergaderen nooit. Weet je waarom je moet vergaderen? En waarom er een gedragswetenschapper bij zit? Omdat je dus je gaat vertellen, want je hebt pupillen die onder je vallen. Je hebt mentrix van 3 pupillen. En je bent in een vergadering, je vertelt, nou, ik had van de week had ik toch zo'n bonje met Gloria. En dit is er gebeurd. En dan kunnen die andere collega's zeggen, maar waarom heb je het niet zo geprobeerd? Oh ja, je vult elkaar aan, je corrigeert elkaar. Daarvoor is een vergadering belangrijk. Maar
Ik, iemand zegt bij de volgende regering, zegt Raj, niet meer sociale zaken. Maar wie was ervoor dan? Wie was voor AAP op sociale zaken? Was de PL. Wat hebben die ervan gebakken? Wie was daarvoor dan? NDP, denk ik. Ik weet niet. Het beleid is dat... Moet ik dan zeggen, we simply don't care? Kan ik dat zeggen, we simply don't care? Ik vind het een schandaal. En het grappige is in deze... Ik zeg wel grappig, maar ik bedoel het sarcastisch. Niemand wordt hier ter verantwoording geroepen. Hè? Is het u opgevallen? Pakkie is in de gevangenis, want Pakkie is verantwoordelijk. Maar niemand wordt verantwoordelijk gehouden voor de misstanden in tehuizen. Heeft u iemand gezien? Heeft u gezien dat een directeur of een directrice of een werker van Buva zegt van oké, ik heb dit gefaald, want dit was onder mijn portefeuille? Heeft u dat gezien? Vertelt u maar, ja, dan heb ik het gemist. Niemand is verantwoordelijk. Het is weer, daar is die andere. Ja, maar sociale zaken had het moeten weten. Ja, je spol brengt de kinderen daar. Dus we gaan weer die bal afschuiven. Niemand neemt verantwoordelijkheid. We rechtvaardigen zaken. Hè? Net zoals mevrouw Patricia net zei. Ja, ze zijn eigenlijk willen ze niet stelen, maar ze waren gewoon boos. Dus deze mensen schuiven het ook van zich af. Nee, dat is een sociale zaken moest dit doen, man. En ja. Ja, niet alleen in tehuizen, maar ook in de regering. Wat bedoel je? Functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, vergaderingen zijn gewoon een must. Inderdaad, Cindy. We simply don't care. We simply don't care. We doen maar een dotje. We zagen dat mensen van alles mogen doen. En voor de rest maken we ons niet druk over die arme kinderen. Die heel erg, zeg maar, tekort worden gedaan. Ze hebben... Geen begeleiding, worden zelfs misbruikt. Zelfs misbruikt worden ze door leiders. Hoe kan je een mannelijke leider hebben bij meisjes die seksueel misbruikt zijn? Wie doet dit gewoon? En, en niet als excuus zeggen hè, van ja, het is een particuliere instelling. U brengt uw kinderen daar, meneer en mevrouw van Buvas en sociale zaken. U brengt kinderen toch daarheen? U laat ze daarheen brengen door de politie ook. U bent verantwoordelijk dan. De Sumana verantwoordelijk. Wie is dan verantwoordelijk? Weet je? Wie? Wie? Wie wordt hier nou verantwoordelijk voor? Wie vragen wij als burgers? Gaan we staan bij die tehuizen en zeggen we eisen van u, competente mensen hier, bij deze jonge onschuldige kinderen die al getraumatiseerd zijn. Wie komt op voor deze onschuldige jonge kinderen? Die later verknipt zijn en 13 en 14 jaar zijn en van allerlei gekke dingen doen. En dan worden we boos op hun zonder dat het Oesap sana ateren. Daarom wanneer mensen zeggen, je moet niet naar het verleden kijken. Broer, zus, je moet wel degelijk naar het verleden kijken om te kunnen begrijpen, pedino. Want hoe kun je zulke kinderen begeleiden, die bijvoorbeeld 14 jaar zijn, als je niet die achtergrond nader gaat bekijken. En tot de ontdekking komt, oh, vanaf zijn vierde jaar slingert hij van huis naar huis naar huis. Oh, vanaf zijn vijfde jaar is hij misbruikt. Is hij mishandeld. Oh, zij is door oom misbruikt. Door tante. Je moet toch teruggaan? Wederom een reden weer, ziet u? Je moet teruggaan naar het verleden om te begrijpen waarom zijn we hier. Dus de mensen die nooit terug willen naar het verleden, holy be meer, hè? Want als dan hebben we ook al zo. You must go back. Maar potwan poko even, ja, rond met takto misschien voor. Jullie hebben hem ook niet gezegd, loya potwan poko. Ik moet dit even doen voor mezelf om even in balans te komen. Want je wordt er bijna niet goed van als je dit soort dingen hoort. En dat je gewoon niemand hoort die zegt ik ben verantwoordelijk hiervoor. Ik stap dan ook als zodanig op. Ik leg mijn functie neer. Want dit wist ik al. We hebben het gezien in 2018. De dossiers zijn hier. Hoe bedoelt u gaat nu werken aan schakels? Is toch om boos te worden? Nog wat tegen me denk aan je mijn bloeddruk. Het is toch niet te geloven. En snapt u wat ik bedoel met ons fundament? Je snapt u. Dit ding is helemaal brokko. Adjerswa brokko zo, nou een pernassie a brokko helemaal.
En dan willen we hier gaan werken. Nee, 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 gaat u terug hier. Zorgt u ervoor dat u competente mensen hebt op posities, mensen. Hoe kunt u iemand benoemen en gewoon, men kan het huis openen en die krijgen geld van allerlei mensen die worden gedoneerd en mensen zijn vertrouwd. En arme kinderen. En donaties worden gedaan. Ik heb mensen, kinderen, ik heb verhalen gehoord, mensen die me hebben... Ik was op Curaçao, de apps die ik heb gekregen. Ongekend. Wie is hier verantwoordelijk voor dan? Niemand? Ze bedoelde niet eigenlijk om die kinderen te misbruiken. Maar ja, ze waren een beetje gefrustreerd. Ze bedoelde niet eigenlijk om die kinderen daar te plaatsen. Maar ja, ze hadden ook geen andere keus. En zo, dit is dus die houding. En mevrouw Plein, ik noem u even als voorbeeld, om niet om u onaangenaam te zijn, maar omdat u dat net had geschreven. Wat zou u hiervan zeggen, mevrouw Plein? Zegt u ook van, ja maar. Wie is er verantwoordelijk voor deze puinzooi? Een puinzooi, ja, ik zeg het. Sociale zaken, dit is een puinzooi. Bufas, het is een puinzooi. En zomaar morgen, justitie is een puinzooi. Ik ga contact met Viwani, Mikrari, Mikong, Mitaki. Het is een puinzooi. Meneer Amoksi, het is een puinzooi. Van minister Nengfoe, sociale zaken, minister Samamanga, jong boy. Kom eens aan, jong boy. Correctie. De jonge meneer, de jonge man. En bij Bufas. Wie is er verantwoordelijk? En waarom horen wij niks? Waarom horen we geen enkele terugkoppeling? Dat er vanaf vandaag, vanaf vorige week gekeken wordt. Dat de tehuizen worden doorgelicht van A naar Z. Dat u die samenleving informatie geeft en geruststelt. Waarom doet u dat niet? Omdat u of arrogant bent, of moet u zeggen u bent dom, u bent incompetent. Wat is dat ding? Wat is dit ding? En ik heb u benaderd, hè? Nou, ik contact me nog benader u. Ik benader u, dus ik ga tak nog vrij, want ik no reageer. En Tenoa no reageer. En, wat rest mij dan? Ik heb nog één, van de karing on my sleeves. En dat is als burger Suriname aanklagen. Internationaal hebben wij getekend dat we ons houden aan internationale verdragen. Dan klaag ik de staat Suriname aan vanwege neglect. Hoe zeg je dat in Nederlands? Vanwege. Hoe is neglect? Wie kan me even helpen? Neglect. U weet wat ik bedoel. Help me out, Cindy, Dubié, Judith. Verwaarlozing volgens mij, ja. U houdt zich niet aan internationale verdragen. En u weet, een internationaal verdrag is boven de eigen wetten. Hè? Die gelden boven je eigen wet die je hebt als land. Zullen we dat doen? Zullen we ze gewoon aanklagen? Want wie moet er voor deze kinderen opkomen? En niemand neemt enkele verantwoordelijkheid. Komt u niet achteraf mooie verhaaltjes vertellen over schakels die moeten gaan werken? Mevrouw, meneer, 2018 was er al bekend. Wat heeft u gedaan? En eigenlijk zou je terug moeten gaan, Mifini, naar de smassa bij Roka periode dat hij. Suma kong, suma gwe. Sa idu. Ibe abba dossier disi onder uw eye, onder uw eye, ube de hova afdeling. Sa idu na de gegevens disi. Is er niemand die zegt van, hey, de huizen moeten volgens een bepaald systeem werken? Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik ga mijn broer vragen, mijn broers advocaat. Schrijf van aanklacht, Jimmy. Mosin en Godjine. Ja? Ik zie zware verwaarlozing en het niet houden aan verdragen. U heeft mooi getekend. Is niet voor mooi. Onze kinderrechten hier. Ik heb u gezegd, ik sta een keer op bij het stoplicht aan de Koppenaamstraat van Eno. De Jagranat Lachmanstraat. Kinderen verkopen, knippas doen. Politieagent stopt naast mij. Ik zeg, meneer, moeten ze die kinderen niet stoppen? Hij zegt, nee hoor, waarom? Minderjarige kinderen horen niet in de felle zon te staan, urenlang spullen te verkopen. Wat is dit? Nobody cares. Nog een tijdje mee dat you care. Want if you care, dan zal ik het zien op cruciale momenten, op plekken daar waar het eigenlijk hoort te gaan, de aandacht. Daar hoort onze aandacht te gaan. En daarom zeg ik u, afundament voor uno, brokkels op blablabla. Afundament brokko. Van jou wan bouw tot wan brokko op fundament. Je noem maar bouw. Ik heb je ook vaker gezegd.
Als ik een, zeg maar, ik ben getrouwd en ik ben boos op mijn man omdat hij weet ik veel heeft gedaan. En hij komt terug met een bosje bloemen alleen en we kunnen niet gaan praten over de zaak. Yes. Nee man, loop door dan. We gaan moeten praten over zaken. We gaan zaken niet wegmoffelen. En dat hebben we altijd gedaan in Suriname. Je mag vooral niet praten over de periode van Boutersen. Oh, nee. Maar niet over de periode van Vinnetjan. Nee, bij de bos. Nee, Tjan, nee. En zo hobbelen we maar verder. Potat doet hij naar onder de zee. Als dan tron wan bigi abomma zou nog maar tjier moro. Van je tjier en nou. We hebben stelselmatig zijn we gewoon krom gegroeid. DC. En iedereen die een mening heeft over wat niet goed gaat in Suriname, ik roep u op om een daadwerkelijk verbetering te passen. Om het verschil te maken door u in te zetten. Niet alleen maar passief achter uw computer, maar actief een bijdrage te leveren aan het verbeteren van onze situatie. En op dit soort cruciale momenten wil ik mensen horen. U bent verontwaardigd in het parlement over de vernielingen en plunderingen. Waar is uw verontwaardiging over dit wat gebeurt in tehuizen? Waar was u al die jaren? Deze niet, deze alleen, deze parlementariërs, maar die ervoor. Waar was u? En dan ben ik in, is bang. Dus mijn graadmeter, mijn checkpoint is, wat heeft u gedaan? In uw periode? Zip, zero. Doei, loop door. We kunnen allemaal praten. Iedereen kan praten. Maar waar het om gaat, gaan wij daadwerkelijk iets doen om een situatie te verbeteren. Door onder andere te zeggen, wij leven onze kinderen een extra broodje mee. Of wij gaan deze school adopteren en we helpen. Wij gaan werken aan een structurele oplossing. En niet beetje blij wat ik ook doe. Ik werk ook niet aan een structurele oplossing. We zijn nu met gezondheidszorg. We moeten... Het komt de andere keer. Kom hoor, Mimova. Als loop ik, praat ik voor mijn beurt. Maar waar zijn alle verantwoordelijken nu? Ne? Wil je over verantwoordelijkheid praten? Dat Santa Boma puil uit. Mikan tegi you. Santa Boma was... We hadden 5 nog grote gevangenissen nodig. Als we al die grapjassen... verantwoordelijk gehouden voor wat ze hebben gedaan en voor wat ze niet hebben gedaan. Wat ze nagelaten hebben als volksvertegenwoordiger, als directeur, als minister, als politieke partij ook. U zet maar iedere boeboe betjori bij wijze van spreken op uw lijst. En dan zeg ik het nu even gechargeerd, dat is niet waar. Maar ik zeg het eventjes om een beetje te versterken wat ik zeg. U plaatst maar... mensen op uw kandidatenlijst zonder ze hebben getraind in het spreken van Nederlands. Ik hoorde laatst iemand wat zeggen over de benoeming van meneer Leo Brunswijk. En de parlementariër kan het eens goed onderbouwen. En dat is... Sorry. Ik vind het niet dat je in een negere kom begrijpt, zei je takkie. Wie roepen wat ter verantwoording? We moeten niet selectief verantwoordelijk zijn. En oh ja, die gaan we nu de gevangenis gooien, want die ziet daar allerles massa... Njamoni. Nee man mensen. Sorry. No. Me and take you mensen. Wij maken ons druk om zaken die belangrijk zijn. Maar het fundament van ons is square akruktu. Weet dat? Akruktu toch? A square ano deboom abroko. En we gaan ter verantwoording roepen. En we hebben allemaal grote uitspraken in het parlement gedaan. Hoe iedereen het afkeurt. Dat van de plundering. En ik keur het ook af. Maar ik keur nog meer af. Ik keur het af dat burgers hun straat bevuilen. Ik keur het af dat mensen hun vriendjes en familie benoemen. Toen en nu. Ik keur het af dat we incompetente mensen hebben op plekken. Daar ben ik verontwaardigd over. Waar is nu degene... die verantwoordelijk is voor deze wanorde dat er is in de tehuizen. U bent daar verantwoordelijk voor. Maakt u zich, ik snap het niet. Weet wat u daar doet, net als u een leraar bent. U bent verantwoordelijk voor die kinderen daar die 6 of 7 uur dat ze bij u zitten. Wat u in dat kind stopt, jongen. Kan voor zijn leven lang een power zijn.
voor zijn leven lang een impact hebben. If je pot boosani. Maar sap ze we doen? We vet naar Amakandra. Dat je kar was ma, lek de kar mire de moesu. Dami de na fea peer. Dami de zo. We vechten op dit hier. En we overstijgen niet het niveau van mediocrisie. En we streven niet naar excellence gedrag. Mijn streven als persoon, als moeder, als vrouw. Ik ben van niemand een vrouw, maar ik bedoel, als vrouw, als burger, als christen. Probeer ik te komen van een, ja, weet je, een beter persoon te worden. Door wat, oké, ik heb geleerd van mijn fouten. Dat moet ik dus niet meer doen. Dan moet ik een ander helpen van, hey, look boom. Maar, we simply don't care people. Dat is mijn conclusie. En dan is het natuurlijk generaliserend. Ik snap het, mijn correctie, mijn excuses. Want ik mag u zeggen, dat er mensen zijn in Nederland. En u weet wie jullie zijn. Die me altijd ondersteunen. Die me bemoedigen. Die zeggen van, oké, wat is er nodig? Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we het doen? Thank you. Echter, moet er gewerkt worden aan een structurele oplossing. En daarom zal ik het blijven herhalen. Dat mensen gaan begrijpen dat we gaan moeten kiezen voor verantwoordelijke mensen. Voor mensen met kennis en kunde. Ino kapot was maar drapen zo. Vader in de hemel. In Okangma, het gebeurt. Het gebeurt. En men doet dat gewoon. Men benoemt beleidsadviseurs toen en nu. Die totaal geen enkele kennis hebben van beleid. Die niet eens een wet kunnen lezen. Maar we zijn wel verontwaardigd over de plunderingen. Ja, we zijn verontwaardigd. Kijkt u wat in het binnenland gebeurt. Niet nu, te jaren. Waar is de verontwaardiging dan? Waarom eisen we niet om dat nu acuut te stoppen dan? Stopt u dat? Het illegaal gebruik. Nou, we hebben geen mensen toch? Niemand wil werken. Alles maar in Alanti, Tenosma Etek worden aangenomen. En we hebben geen mensen om in te zetten. We hebben geen materieel. Weet u waarom we geen materieel hebben? Weet u waarom we tekort hebben in ziekenhuizen? Weet u waarom? Is één voor één antwoord maar mogelijk. One beleid en incompetentie en egoïsten en landverraders. Ik noem u een landverrader. Als u uw eigen land besteelt, uw volk bedriegt, u bent een landverrader. Megdenko Chamiko. No, spijt me mensen. En nogmaals, even terug. Keur ik plunderen en vernielingen goed in de binnenstad van kleine ondernemers die ook keihard werken? Absolutely not. Ik veroordeel het ten zeerste. Klaar, over en uit. Geen enkel excuus, kon me niet vertellen. Ze zijn boos op de regering. Ik keur het af. Geen enkel excuus mogelijk. Mijn zoon zijn vrouw zou slaan. Hij moet me niet komen vertellen. Maar ik was gefrustreerd, want ik had ruzie op mijn werk. Daarom in nakka vrouw. Dan ga ik zeggen, oh ja? Je weet ik veel in je hoofd. Ik ga toch niet zeggen, ja, maar ik snap het hoor. Tegen mijn schoondochter. Ach, hij was een beetje stress op zijn werk. Kunnen we alles goedkeuren. Die man is gaan roven en die persoon heeft doodgeschoten. Ja, poti. Hij kon het ook niet helpen. Hij was ook gefrustreerd. Daarom heeft hij geschoten. Kunnen we net zo goed inpakken, mensen. En we praten alles goed. We roepen niemand ter verantwoording. Want nee, het is mijn partij. Hoe durf je? Nee. Het is mijn leider. Hoe durf je? Junari Nimusu. En ondertussen sterft het paard. En onze kinderen worden beschadigd. Geen enkele terugkoppeling. Geen enkele verantwoordelijke. Niemand. En ook inderdaad, degene die meepikken en dingen toestaan. Terwijl je sap naar dat takroes aan het doen. Ook toen je nou een landverrader, je vernietigt Gakondre. Mensen die jarenlang hebben misbruik hebben gemaakt en hebben geprofiteerd, dan komen nu praten. Broers, zus, schuif zo, Nibotaki. Me
sar sote oh mi ate sar sote ma mi sabita quante io co da cio crimbaca e mi sabita quante io co vo come andrà Kawi ale begi, iu amoro bulibi. Mas ragade lukunu, mana weta duta kru. Srana, mi ati brutu, ti mi lukuyu. Srana, emci vie pina sote, piu kotu de. So ang tapu yusturu isiri ang ay kudu. Srana, if you tango so doro, next no demoro. Tigi wa fubi deregi akondredi. No abingi no anu luku sawitu. Wifita ang usrepi. Leki krabu ni wabari De bigi swafu in den krebi E muse fusari Srana Mi ati brutu Di mi luku yu Srana Emci vie pina sote Nata più strati Srana yum seti delipi Dati me begi Ma srana kondre yu tjakutu Moro leki sai papi fo If you no maluku yu piki Fado manko doro Lukufa we pina. We ne pina alleen op materieel gebied, jarens, mensen. We pina ook toe in hun denki. We pina in hun denki. We vet na ga makandra, lekker krabo in wambari. We op een mooi kondre sa gado jiunu. In plaats dat we bouw makandra op. In plaats dat we bouw kondre op. We vet na ga makandra. We kos makandra. We leji makandra. We furfa kondre. We vernietig akondre. De Jukar Yusrefi van Stranaman. Laten we hiermee stoppen. En het raakt mij. Hij gaat er. En ik bid. Ik blijf bidden. Dat is mijn enige kracht die ik heb. Om te bidden. Dat christenen ook zullen opstaan. Alle gelovigen zullen opstaan. En zeggen het is enough. We gaan niet meer toestaan aan de kant.
En van alles roepen en oproepen tot opruiing en oproepen tot verdeeldheid. Schaamt u zich toch. In plaats dat u zoekt naar verbinding. Zoekt u alleen maar naar scheiding te brengen. Waarom doet u dat? Is dat takru ati u abi. En kono ab takru ati. Ko ab ati dat wan bawa kondre op. En ik ga die... Meneer Winston, dank u wel voor uw opmerking dat ik een hypocriet ben. We zijn allemaal op zijn tijden wel een hypocriet. U bent waarschijnlijk net ingeschakeld. En ik heb genoeg gezegd over wat niet goed gaat. Ook van Chan, ook van Bouters, ook van Weidebos, ook van Vinnetjaan. Maar u bent entitled om selectief te luisteren en selectief te kijken. Ik wens u heel veel zegen toe, meneer Winston. En fijn dat u in elk geval niet de hypocriet bent. Goed mensen, mijn tijd zit erop. Ik was ook later begonnen, dus ik eindig. En ik ga weer eindigen. Thank you, thank you. Ik ga weer eindigen met deze pokoe. En we gaan voor het goede. Ik heb hoop. Zeker als christen heb ik hoop. Maar wie ati ibrudu. Ik eindig hiermee en ik ben er woensdag weer. En tot die tijd wens ik u allen God zegen. Mesar sote o mi ate sar sote mi sabita quando io co da tio crimbaka e mi sabita quando io co o come andrà di cavi alle beghi Io amoro bun libi Mas ragade lukunu Mana veta duta kru Srana Mi ati brudu Dimi lukuyu
if you be not so deep, where you go today? Slana. So I'm tapu you sturu, is here yang I go do. Slana. If you tango so doro, next no demoro. Oké, mensen, ga eruit. En weet u, negativiteit hoort bij het leven. Het houdt je matje sterk. Het houdt je nederig. In elk geval. Dank u wel voor degenen die altijd bemoedigend zijn en positief staan in het leven. En we gaan ervoor voor een beter Suriname. Ik ben er woensdag weer. Ciao, ciao. Nata più strati, strana yum seti delipi, dati me beghi, ma strana contre you già